Mijn naam is Brian van Leeuwen en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. 100% En 100% Brian van Leeuwen. Yes. Wij gaan way back, want zo'n 2,5 jaar geleden interviewde ik ene Robert Bruggeman, ook wel al bekend als Robert yes. Bridgman. En die nam, ja. Een assistent mee, assistent, mag ik het zo zeggen? Ja, een stagiair. Ja, ass assistent als je. Dan en dat was jij. En ja. ik zag je op, op, op Instagram voorbij komen en ik zag een mailtje van jou of van je uitgever. En ik dacht, hé, waar, waar ken ik? Heb ik, heb ik met jou in een zweethut gezeten? Ja, ja. Ik haal je door de Warvels met de Barefoot Dutchman. Ja. Ik, ik dacht, hé, waar ken ik die gast van? En um, nou, toen stuurde je mij een e-mail met. Uh, nee, ik was toen uh, de, de assistent van uh, Robert Bridgman. Of yeah. van. Je was met Robert Bridgeman. Ja. Um, ja. Ik heb zelf ook een verhaal. Of in ieder geval die conclusie trok ik. Dat ik dacht: uh, dit is interessant, kom er in de podcast. Dus we kunnen het over van alles hebben. Over jouw ontwakingsproces. Mm. Van uh, keihard uh, ja, naar, uh, naar de hemel via allerlei. Uh, Bewustzijnsverbredende en of vernauwende middelen. Allerlei pillen en drugs naar uh, ontwaking en, en de hemel uh, via uh, nou ja, het spirituele pad. Als ik ja. het zo mag noemen. Ja, dat mag je zeker zo noemen. Dus ik, ik heb ook nu een boek in mijn handen. Dat heet 'het had zomaar anders kunnen aflopen'. Nou, dan voelen we denk ik allemaal wat je bedoelt met die titel. Op de koffer zien we ook uh, jou met de zonnebril op. Die denk ik heel lekker gaat op een feestje. Ja, ja en dat was net voordat ik uh, van het festival afgestuurd. Hè? Mag ik die foto's zien? Ja, ja, een uur later uh, werd ik uitgestuurd omdat ik veel te veel drugs op had. Oké, okay, want dat zag en er niet helemaal meer gezond uit. Hoe dat ligt. zag er niet uh, gezond uit, nee. Wow. Nee, dat is zo vaak gebeurd. Maar het is mooi om even terug te komen wat je zegt over die mail. Het is al een jaar geleden dat ik jou die mail heb gestuurd. Ja. En jij kwam een jaar later reageerde jij erop. Ja. En toen dacht ik, nee, dat had ik niet meer verwacht. Maar ze is super welkom natuurlijk ook. En ja. uh, ten eerste ook onwijs bedankt dat ik hier mag zijn. Voelt goed, voelt fijn. En uh, ja, er is super veel veranderd in een uh, in de jaar tijd. Ja. Dus ik ben heel benieuwd uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, allemaal. nou laten we dan toch even dit luikje ingaan. Want ik voel gewoon mezelf en de luisterer nu te nieuwsgierig worden. Je ja. bent een aantal keer van een festival afgestuurd omdat je te veel drugs op had. Mm -hmm. Nou, uh, zijn er meer mensen die op een festival niet meer helemaal uh, helder uit ja. hun uh, ogen of kaken kijken? Maar bij jou is dat dan zo. Uh, wat, 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 wat kan je nu, als je terugkijkt. Bij jezelf zien of voelen wat erachter zat, dat je zoveel gebruikte. Ja, ja boel, als, je, als je zoveel gebruikt dat je eraf wordt gestuurd, dan ben je echt ver gegaan. Dus wat, wat zat erachter bij jou om zoveel te gebruiken? Ja, ik wilde hier gewoon niet zijn. Nee, ik denk dat dat gelijk de kern raakt. Ik wilde niet op aarde zijn. Ik durfde niet te leven. Ik voelde me angstig, ik voelde me onzeker, ik voelde me verdrietig, ik voelde me niet begrepen. En het enige wat ik voor mijn gevoel had, die tien jaar dat ik naar festivals ging, was. De drank en de feestjes en de drugs. Want daar leefde ik volledig voor me in het dagelijks leven. Ja, als ik mezelf al kwijt kwijtraak. Ik kon geen relatie ja. aangaan. Ik was jaloers. Ik... Continu raakte ik allemaal mensen om me heen kwijt. Ik raakte vriendengroep kwijt. Ik raakte vriendinnen kwijt. En alleen maar, nou ja, zo binnen zo buiten. Ik raakte alleen maar mezelf mm. steeds dieper verder ja. kwijt. En, en was je er bewust van, hoe van wat je ook nam, is allemaal niet zo boeiend. Anders moeten ze maar je boek lezen. Maar van ja, ik neem nu dusdanig veel. Uh, dit gaat wel echt. Uh, weet je wel, de, was je er bewust van? Ik, ja, ik ga nu echt wel dusdanig veel nemen. dat het niet de goede kant op gaat. Nee. nee, nee, nee. Kijk, als ik heb allerlei soorten drugs gedaan, ik heb nooit heroïne of dat soort dingen gedaan. Maar wel coke, GHB, ketamine. En ik gebruikte wel veel, dat wist ik ook wel. En kreeg ik ook wel terug. Maar. Dat ging pas opvallen toen ik GHB ging gebruiken. Want ja. ik weet niet of je GHB kent uh, of je het wel eens op hebt, maakt er niet zoveel uit. Maar dat gaat per milliliters. Ja. En ik gebruik altijd te veel drugs. Maar als je te veel kook gebruikt, als je ja. te veel kook gebruikt, dan krijg je het aan je hart. Want het klinkt klinkt nu alsof het niet erg is. Maar dan kan je nog, ben je nog aanspreekbaar, Kun je nog dingen doen, ja. ketamine ook. Ben je misschien niet heel erg meer aanwezig, maar je kan nog wel dingen doen. Tenminste, ik. En bij GHB op niet. Toen viel ik gewoon om. Dus ik nam nou, GB op en zette ik een timer bijvoorbeeld, van anderhalf uur. Dus ik wist, oké, okay, ik moet goed timen. Want als je goed timt, heel eerlijk, dan ga je super lekker. Maar wat dacht Brian na een half uur, ah, zit die timer wel uit. Hoop, volgende dosis erin. Mm. En wat gebeurde er? Nou, ik viel om. Ik ging oud, Ik landde op de Airbnb. Ik werd oh. van feest afgezet. En toen begon mijn buitenwereld me wel echt mee te confronteren van Brian, dit, dit kan niet. Yeah. En dat heb ik heel ver laten komen. En, en kan je ook je vinger opleggen waar je zo ontevreden over was of wat maakte dat je hier niet wilde zijn? Ja, ik heb altijd een diepgewortelde pijn gevoeld, alsof ik me niet begrepen voelde. Ik kon niet met mensen verbinden. Nou, nu kijk ik jou aan in de ogen, maar voorheen had ik dat echt niet gedurfd. Dan had ik continu alleen maar zo om me heen gekeken, ik had zitten bewegen, ik was onrustig geweest. En nu op deze draaistoel maak, maak je het wel uitdagend om stil te blijven zitten. Maar ik was altijd een soort van een soort van awkward gevoel van binnen. Geen beweging kunnen geven aan mezelf. Ja. En um, in dat moment wist ik dat niet. Ik liep bij psychologen, psychiaters. Ik kreeg allemaal labels van borderline tot narcisme, ADD. Ik kreeg pillen. Um, nog ja, meer pillen. Ja, <laughs> nog meer pillen. Waar ik natuurlijk alleen maar blij mee was. En... Ik, ja, ik kon niet mijn pijn komen en ik werd alleen maar geleerd om van de pijn weg te gaan. Dus daardoor zag ik mezelf eigenlijk alleen maar verder, verder, verder wegzakken. Ja. Ja. En ik wist die, toen de tijd wist ik de antwoorden niet. Kijk, nu weet ik ze wel waar het vandaan komt, maar in het moment zelf, kijk, ik had ook geen weten van spiritualiteit, van transformatiewerk, van bewustzijnsverruiming. Ik wist alleen dat ik me kut voelde, en dat ik maar één methode had en dat was het gewoon verdoven. Ja. Want dan voelde ik me heel even blij. Voelde ja. ik me heel even gelukkig. Maar als het op een gegeven moment 4, 5 uur s'nachts was en de drugs begonnen uit te werken. Ja, dan, en ik dan kon de dealer niet meer bellen, dan kreeg ik paniekaanvallen. Wow. Dus dan was er angst. Ja. Dus het was ook daar buiten de feestjes om dat je gebruikte? Ja, het, ja, het begint eigenlijk alleen op een feestje. Ik denk dat het wel standaard verhaal is hoe het bij veel mensen begint. Het gewoon een keer op een feestje en dan denk ik, nou, nah, doe dat één of twee keer per jaar. Maar op een gegeven moment, binnen een jaar, was het bij mij bijna elke week al dat ik gebruikte oh, ja. en niet alleen meer op feestjes en was het niet alleen maar pillen en was het eigenlijk alles op GHB na. Ja. En um, ja, dat ging die bij mij heel snel uit de hand. ja. En even voor mensen die nu luisteren, ik denk het niet hoor, maar stel dat je nu luistert en je, en je schiet in een vooroordeel van, oh, uh, drugs-addict of uh, whatever. Dan is het bij jou misschien uitvergroot en, en is het heel tastbaar. En zit het op iets waar de maatschappij veel vooroordelen over heeft, ja. of, of, of ook gewoon misvattingen over heeft, of een extreme mening over heeft? Ja. Iedereen doet dit, ook jij als je luistert. Iedereen verdooft. En of het nou is met werk of nee. met seks. Of met uh, gamen. Of met, ja. uh, zelfs met sport en met crossfit. Of met oh, je gedachten. Met je ja. gedachten. of met voeding. Ja. Of zelfs met mediteren. Je kan je zelfs ja. in, in die spiritual uh, je het is bypass ja. uh, belanden. En, je, en, en afleiding en verdoving zoeken in meditaties. Dus, het is zo geniepig daarin. En het gaat niet zozeer. Jij zegt nu het woord addict. Maar het. Het is niet zozeer dat je daar dan aan verslaafd bent. Maar het is meer dat je uit de weg wil gaan. wat daaronder zit. wat voor pijn zorgt. En dat ja. ben je een soort van. het verdoven. Ja. daar wil je van weggaan. En daar gebruik je alleen maar een middel voor. Bij mij was het drugs. Maar wat je zegt. het kan net zo goed social media zijn. Het kan ja. net zo goed porno zijn. Het kan alles zijn. Het kan net zo zijn dat ik de hele dag. zeg maar. met mijn vingers op elkaar ga om Maar ja. maar iets niet te hoeven voelen. Het ja. is gewoon. Ja, je Een hele. Uh, uh, die. Wordt te weinig benoemd, want die, die klinkt heel onschuldig, maar als maar druk zijn of zelfs ja. als maar praten is ja. ook een manier van niet hoeven voelen en verdoven. Ja, of continu alleen maar met de ander bezig zijn, zodat je maar niet met jezelf bezig hoeft te zijn. Ja, ja, ja. En je zegt: Ik kon toen niet bij de pijn komen, inmiddels ja. wel. Wat, wat die, wel. Wat is die? Wat was die pijn? Ja, dat is wel gelaagd. Daar gaan we wel gelijk de diepte in. Um, in mijn reis op een gegeven moment ben ik naar Terranova geweest, het bewustzijnscentrum van Robert in, uh, in Zuid-Frankrijk. En daar leerde ik uh, de holistische wijze kennen. En voorheen had ik alleen maar psycholoog en psychiaters gelopen en leerde ik wel veel over mijn gedrag. En dat vond ik op zich wel interessant. Want ik merkte op het moment dat ik daarmee bezig was, dat het, dat het me wel hielp. Maar op het hmm. moment dat ik stopte, was het gelijk alsof het tien keer zo hard terugkwam. En uh, dat vier of vijf keer te hadden hebben geprobeerd, dacht ik, ja, weet je, dit gaat gewoon niet meer werken. Maar ik kwam erop aan op Nova. En toen merkte ik dus dat ze door middel van regressie, reincarnatie-therapie, uh, uh, transformatieprotocollen, ademwerk en dat soort methoden allemaal. Dat die meer ook het spirituele erbij betrokken. En daar ging ik dus ervaren dat ik andere levens had. Uh, ja. Dat ik trauma heb opgelopen in mijn jeugd, terwijl ik heilig van overtuigd was dat dat niet zo was. En uh, begon ik ook steeds meer te zien dat er pijn zat in mijn voorouderlijke lijnen. Dat opa en oma bepaalde dingen hadden meegemaakt en niet fijn was. En die ze weer hebben doorgegeven aan mijn moeder of mijn vader. En die zich vervolgens weer doorgegeven hebben aan mij. Dus dat ik weer met de pijn van opa of oma liep. Dus het is, om antwoord te geven op je vraag, het was niet zozeer één ding. Natuurlijk zijn er wel een aantal dingen geweest die er voor mij tussenuit zijn gesprongen. Um, over het algemeen zie ik dat het meer verschillende pijnstukken zijn, die allemaal met elkaar een ja, overkoepelend thema is. Wat speelde in mijn leven. Ja. En voor mij was dat onzekerheid, mezelf het niet waard vinden. Ja. En dat zie, ik ook, dat zie ik overal nog terugkomen. Nog steeds als ik want het is gelaagd natuurlijk word ik er ook nog wel eens in geraakt. En ik voel me niet goed genoeg of ik ben er niet waard en dan kom ik altijd weer op dat soort thema's uit ja. Ja. en misschien is het het intense vraag hoor dus beantwoord hoe je hem wil beantwoorden maar um, als je het hebt over het, het niet waard zijn ja. uh, Jan uh, Bommere heeft het over uh, complex trauma en nou, gewoon trauma kun je ja. die andere heet dus, ja 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 dat staat voor je bedoel denk ik ik ben even de of je de term kwijt maar laat zeggen gewoon trauma als je hebt Eén specifieke herinnering van die keer dat ik van de box afviel en bla bla bla. Een ja, okay. complex trauma is meerdere gebeurtenissen die subtieler zijn, maar herhaaldelijk zijn gebeurd. Bijvoorbeeld dat je even geen knuffel kreeg van je ouders of geen voeding kreeg. Of ja. geen emotionele aandacht kreeg of geen gevoel van bescherming of veiligheid of nou, whatever. D dat gevoel van het niet waard zijn kan je bij jezelf terughalen wat daar de angel van is? Zeker, ja. Ik ben alleen geboren tweeling. En dat wist ik niet. Dat kwam, daar kwam ik achter tijdens mijn innerlijke reis, tijdens mijn reis naar binnen. En wat ik daarin ervaarde, dat was tijdens een regressie van Maarten Oversier ook. Ik kwam in de baarmoeder uit en ik zag daar dat ik niet alleen was. En ik heb daar eigenlijk het verlies van mijn tweelingbroer herleefd. Mijn moeder heeft na twee, drie maanden, dacht ze dat ze een miskraam kreeg. Veel bloed, bloed verloren, naar het ziekenhuis gegaan. Uiteindelijk hebben de doktoren verteld: alles is goed. Maar wel een deel afgestoten. Een deel heb je verloren. Ja. En ja, dat was voor mij ook echt het eerste moment dat ik dacht: van oké, okay, tuurlijk, deed je echt super veel pijn. En ik snapte ook gelijk van wat ik mijn hele leven aan het doen was. Want ik, ja, stel je voor, je zit samen in je baanmoeder, je bent samen één. En dan valt er een deel valt er weg. Je blijft alleen over. Dus één zit je met een schuld, waarom blijf ik over? De tweede mm. is, je hebt altijd de gemis. Je bent bang om verbindingen te maken met mensen. Want wat gebeurt er op het moment dat jij denkt dat je met iemand een verbinding kan maken? Dan kan in jouw beleving het enige wat er dan kan gebeuren, is weer iemand kwijtraken. Ja. Dus jaloezie, bindingsangst, dat soort dingen. Um, en dat kwam, ja, dat was wel een van de belangrijkste dingen voor mij ook in mijn helingsproces. En waarin ik ook merkte: van oké, okay, los van deze pijn, vind ik het echt super interessant dat die gebeurt. Ja. Want ineens zag ik wat ik heel mijn leven aan het doen was met relaties. Ik was mensen aan het, of niet aan het aantrekken, want ik wilde heel graag die liefde ervaren weer. Dat gevoel van heelheid. Maar op het moment als ik dan samen met iemand was, dan had ik heel even die heelheid. Maar dan kwam al heel snel die angst weer van, oh shit, ik ben bang om jou kwijt te raken. En dan zit ik weer met die pijn ja. van, ik ben alleen. Ja. Ja. En dan komt de, gevo de gevoelens omhoog van onzekerheid. Ik ben het niet waar, ik ben niet goed genoeg. Ja. Het, het bekende fenomeen van aantrekken, afstoten. Ja. En, en het aantrekken is omdat je, net zoals elk mens, gewoon een onwijs verlangen hebt naar verbinding. En wellicht als brein van leeuwen zijnde en de persoon die jij bent, en jouw ja. verlangen is nogal meer. Dat je echt, echt iemand bent die, die heel erg houdt van en verlangt naar verbinding. Dus dat zoek je op. zodat ja. jij de verbinding hebt schiet oh. een angst in van wow ik ben ooit mijn grootste ja. maatje in het leven ja, kwijt geraakt ja. dat nooit meer dus dan ga je een beetje saboteren of, of uh, 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 afstoten precies en in mijn geval was dat jaloezie dus ik kon mijn vriendinnen niet alleen laten ik was bang dat ze naar een ander gingen ik ging me verdoven als zij er niet waren om maar niet die angst te hoeven voelen van oh wat als ik, als ik jou niet meer vast kan houden en ik raak jou kwijt dan blijf ik helemaal alleen dat was voor mij echt wel heel heftig. Ja. Ja. ja en nu ik dat stuk dus geheeld heb in mezelf, is het gewoon weg. Wauw. En dat is wel, dat is ook gelijk het magische van het transformatiewerk. Als je naar die pijn toe gaat en je durft het te voelen en je doorleeft het helemaal. En negen van de tien keer um, glijdt het dan ook gewoon van je af. En merk je ineens dat je anders naar de dingen gaat kijken en dat je de dingen anders gaat voelen. En nou dat moment, na die sessies, en natuurlijk zijn er nog allerlei andere verschillende sessies geweest, merkte ik wel eens op van, oh, nu kan ik dus weer een relatie hebben. En toen kwam gelijk mijn huidige partner mm -hmm. Esther ook op mijn pad, toen ik dit pad begon te bewandelen. Ja. En dit is een, om um, toch het woord uh, jaloersie te gebruiken, in jaloersmakende zin. Hè? Als je zegt, <laughs> nou, toen heb ik dat geheeld. <laughs> hoe, hoe zag die heling voor jou eruit? Je zegt transformatiewerk, maar... Het is de fijn. heling, als we het hebben specifiek over, over relaties aangaan. Ja, dit stuk met jouw tweeling, broer of zus, ik weet niet of je eerst... De... Broer. Ja, broer. tweelingbroer. Ja, tweelingbroer. Uh, hoe, hoe, ja, wat, wat zich hier en nu uiten in, in relaties, in jaloezie ja. en et cetera. Ja. Misschien ook wel een stukje obsessie en niet loslaten, ja, vasthouden. Zo. Uh, hoe, hoe heb je dat stuk geheeld? Door naar binnen te gaan en te kijken wat speelt er in mij. En wat voor pijn heb ik, waar komt mijn jaloezie vandaan. Want op een gegeven moment merkte ik ook, dit is ook niet meer fijn voor Brian. Op een gegeven moment kreeg ik dat ook door. Van ja, ik heb hier zelf dus ook last van. En als ik er zelf last van heb, dan wil ik er ook iets aan gaan doen. Dus toen ben ik dus door middel van de regressie en reincarnatie methode, ben ik naar binnen gegaan en gaan kijken wat speelt er allemaal in mij. En kwam ik dus in de tweeling, uh, in de tweelingscenario uit. Ja. En toen ik dat. tweeling scenario heb doorvoeld en heb ge. Nou, ik noem dat dan geheeld, omdat ik het simpelweg echt gewoon doorvoeld heb. en het daardoor voor mijn gevoel in dat moment heb kunnen loslaten. En daarin verdween ook direct voor mij de jaloezie. Want ik wist wat ik was kwijtgeraakt mm. En tegelijkertijd wist ik ook dat het er nog is. Yeah. En daardoor kan ik nu in een relatie zitten en gewoon vrij zijn. En heb ik geen seconde nog vanaf het begin wow. angst gehad dat zij. Naar een ander is gegaan. Wow. naar een ander zou gaan. Ja. En, en was hier uh, begeleiding bij nodig of ademwerk? Of hoe? Want je zegt het zo, die reis naar binnen. Maar ja, ik kan ook ja. wel met mijn ogen of de luisteraar met ja, zijn ogen stil gaan ja, zitten ja, ja, en op, op jouw thema uh, invoelen, wat het ook is. Maar het is nog nogal ja. een volgende stap om dan de kern te raken en dat, het, dat, het, dat, het, dat je het dan bij de angel aanpakt. Ja, ik geloof zelf heel erg in drie dingen. En dat is het eerste: dat je jezelf een jaar de tijd mag geven om je, ja. om je shit op te ruimen. En door. Door, door te leven, dan kan je een gedeelte zelf doen. Dus je kan online trainingen doen, je kan meditaties doen, je kan journalen, visualiseren. Dat soort dingen kan je allemaal zelf. En dan zou ik altijd aanbevelen, ga een tijdje met iemand meereizen. Dus iemand die het pad voor jou heeft bewandeld. Ja. Ga workshops doen, ga retreats doen. Laat je begeleiden. Want als je het hebt over het tweelingscenario, dat is super intens. En heel eerlijk, daar kom je zelf ook niet direct bij. Ja. Maar dan kom je wel bij als iemand. Naast je zit. Die de tools heeft, die je daarin opgeleid is, en die het soort van overview heeft. En dan kan zien op het moment dat je binnenkomt, van daar gaan we heen. Ja. En dan kan je een soort van overgeven aan degene die je daarin begeleidt. En ik doe dat ook, ik begeleid nu mensen daarin. En ik vind dat super waardevol om te doen. Maar ik weet ook, als ik zelf iets heb waar ik niet zelf bij kan, dan ga ik ook niet iemand toe. Ja. Want het is niet als je, als je ineens dit werk doorgeeft dat je dan zelf niks meer te doen hebt of dat je geen hulp meer mag ontvangen. Maar juist, voor mij voelt het zo belangrijk om ook je eigen dingen te blijven opruimen. Dus als ja. er iets is, ik heb daar een aantal vaste mensen voor... dan stuur ik een berichtje van, joh, luister, ik loop ergens tegenaan. Ik loop vast. Um, kunnen we een sessie boeken? Ja. Ja. En dan weet ik dat ik in goede handen ben. En dan kan diegene door middel van vraagstelling... Um, of gewoon dingen opnoemen van oké, okay, ik zie dit bij of ik zie dat bij. Wil je daar eens naar kijken? Oeh, ik zie dat daar iets zit. Geef daar eens even ruimte aan. Ga het eens voelen, maak het eens groter. En dan laat ik me daarin begeleiden. En dat, ja, ik vind dat fantastisch, ja. En, en de persoon, hè, stap drie was lopend iemand mee? Uh, ja. Was de gids voor jou Robert Bridgman? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja, ja. ja, ja uiteindelijk wel. Ik denk niet alleen Robert Bridgman... maar wel ook omdat zij natuurlijk samen met Monique te. De eigenaren waren van Terra Nova. Ik denk dat je het meer zou kunnen zien dat Terra Nova een soort van oh ja. mijn uh, therapeut is geweest. Ja. Omdat ik daar 15 maanden heb gewoond. Ik heb daar zoveel sessies gedaan, genees met Robert. Maar daar zoveel ervaren. En die plek daar is gebouwd op transformatie. Er zitten volgens mij ook kristallen daar in de grond. Dus die energie is daar zo hoog. Dat duwt vanzelf alles ja. wel eruit. En ja. ja, ik denk dat dat. Me dat die plek mijn grootste therapeut is geweest en dat ik daar het meeste van heb geleerd. Ja. ja, zeker. Ja, gaaf. Ja, en daarna heb ik uh, Ariette gehad in Nederland. Ariette Loeve in het Veld heet zij. En ja, zij heeft mij heel erg leren werken met het licht van het bewustzijn... met de energie van Jeshua, Maria Magdalena. Dus heel erg juist met het licht en vanuit het licht weer kijken van oké, okay, waar heb ik nog pijn, maar niet meer vanuit. Heel erg gericht op trauma, maar meer gericht op, op het licht, wat we in essentie al zijn. Het bewustzijn wat we al zijn. En vanuit het bewustzijn daarmee verbinden. En dan te gaan kijken van oké, okay, waar, waar stot het nog in mijn lijf of zo? Waar zit het nog niet helemaal lekker? Ja. ja. En heb je, want <coughs> dit vind ik gewoon inspirerend om te horen hoe je dit hebt gedaan. Uh, en dan ga ik nu naar vragen. Heb je gewoon Robert of Tegenova een e-mail gestuurd? Met jongens, kan, kan ik. Kan ik van, van service zijn voor ja, jullie? Ja, ik heb het zelf wel een beetje goed erin gepraat. <laughs> ik kom uit marketing, dus ik wist wel hoe ik mezelf binnen kon praten. Ja. Maar ik, ik ben dus in februari 2020 ben ik daar op een retret geweest. En dat was uh. zo waardevol. En ik ontmoette daar een dame en ik werd gelijk verliefd. Eén van mijn valkuilen had ik op dat moment niet door. Maar het was juist heel mooi, want door die verliefdheid... En daarvoor, een week ervoor, even om je beeld compleet te maken... een week ervoor gebruikte ik nog drugs. Oh, wow. En zat ik nog helemaal in dat festivalleven En ik ging naar Terranova, ik werd verliefd. En daar gooide ik mijn ritalin en mijn medicijnen weg. En besloot ik van, oké, okay, ik ga dit anders doen. En door die liefde in dat moment met haar te ervaren... had ik in Nederland ook de kracht ja. om, om door te gaan. Uiteindelijk ging die relatie uit. Heb ik, een, nou, ik zal het geen terugval noemen, maar... Ben ik, omdat die relatie binnen twee maanden weer uitging, ben ik... Heel veel drugs gaan gebruiken. Acht ja. dagen achter elkaar. En op de achtste dag, nou ja, acht dagen achter elkaar drugs. Dat ik had me nog nooit gedaan. Dat is super intens. Want je gaat je donker voelen. Je gaat je zwaar voelen. Je gaat je gepijnigd voelen. Je eet ongezond. Je kijkt, keek alleen maar porno, Netflix, uh, PlayStation. Dat soort dingen. Allemaal en op de achtste dag. Uh, dacht serieus dat ik dood ging. En op dat moment ben ik dus naar de grond gedoken. En ik. Het schreeuwde echt een soort van tegen in mezelf: van oké, okay, als er iets is wat, wat mij nu kan helpen, dan alsjeblieft, help mij. En ik stap eruit en ik kap ermee en ik ga voor een ander leven en ik ga mezelf op één zetten. Dat is de belofte ik toen heb gemaakt. En een dag daarna belde ik een vriend van me op waarmee ik naar die retreat in Zuid-Frankrijk was geweest. En hij zei: Moet jij niet gewoon een tijdje op Terranova gaan wonen? En toen had ik gelijk weerstand. Ja, ik hij ja, hallo, ik, uh, mijn werk, uh, familie, ik woon hier in Breda samen met een vriend. Moet, wat moet ik dan doen? Weet je wat, ik ga gewoon vragen of ik dan voor de zomer daar mag komen. En het was net corona-tijdperk, die eerste periode, die eerste lockdown. Dus ik had een mail gestuurd en het was eigenlijk gelijk van, ja, je kan wel komen van de zomer. En ik had ze, nou, ik kan wel helpen met de website, dat soort dingen. En uh, dat hadden ze ook nodig. Dus ik kon komen zodra de eerste lockdown voorbij was. Dus ik ging in de zomer van 2020 ging ik daar naartoe. En na één dag dacht ik al van ja, maar dit. Ik ben mezelf zo voor de gek aan het houden. Ik wil helemaal niet weg. Mm. Ik voelde dat ik hier voor onbepaalde tijd wil blijven. En ik heb ja. toen gevraagd of dat mocht en dat mocht. Ja, en toen uiteindelijk heb ik een reis van 15 maanden daar mogen wow. maken. Ik opleidingen gevolgd, superveel mogen leren. Zowel de dingen hoe ik het niet zou doen en hoe ik het wel zou doen. Want je. Leert alles. Ja. Zeker als je met zo'n grote man, ik had dat, we dat wel mogen zeggen, als Robert Pittsman samenwerkt, je, je leert echt alles. Ook ja. wel, hoe je het wel wil doen, hoe je het niet wil doen. En ja. dat is zo, het was voor mij zo mooi. Tegelijkertijd ook zo super intens. En na 15 maanden dacht ik echt: oké, okay, nu, nu is het goed. Ja. Ik ben klaar voor. Ja. En ondertussen hielp je hun ook met de retreats en alles. Ik heb een aantal retretters mee begeleid. Ja, ja? precies. Ja, het waren er niet zoveel, want het was telkens oh, lockdown. Dus dat oh, was ja. even plat. Ja. Maar alsnog, ja, het is super leerzaam om daar dan uh, ja, mee te mogen kijken. En mee te mogen voelen. Ja. Dus ik heb gewoon eigenlijk een mail gestuurd. En ik merk wel thuis als ik daarop terugkijk. Dat er wel altijd voor me gezorgd is. Ja. Ik weet niet hoe, maar op de een of andere manier lukt het me altijd om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. En misschien zijn dat engeltjes op mijn schouder. Misschien is het het universum die me een bepaalde richting op wil duwen. Maar ik merk wanneer ik de dingen echt doe vanuit mijn hart. En nee, waar we het net al even over hadden, dat het niet meer zo gaat over het ik-bewustzijn, maar. En over het presteren, en ik moet dit doen en ik moet dat doen, want dan ben ik een betere persoon. En ik moet zoveel podcasts doen, dan werkt het niet, zeg maar. Maar op het moment dat ik een soort van me durf over te geven: van oké, okay, ik doe dit vanuit mijn hart en voor het grotere geheel. dan gaat het flowen en dan gaat het stromen. En dat, ja, dat, dat is ook een proces waar ik doorheen ben gegaan. Maar dat maakt het denk ik wel dat ik wel voel dat ik echt energetisch gesteund word daarin. Ja. ja. Ja, vorige week hebben we het met uh, dokter Juriaan ook heel erg gehad over uh, ja niet uh, geforceerd of eigenlijk helemaal niet geforceerd succes uh, of überhaupt een resultaat willen bereiken. Ja, moeiteloosheid. Maar, ja, ja, maar gewoon zijn waar je bent. Ja. Uh, jij hebt nu over van ik naar wij. Ja. Jouw huidige missie. Ja, mooi. Want we hebben nu een mooie <laughs>, mooie <laughs> samenvatting gekregen van. Uh, nou ja. Van, van jou, jouw leven ja. voordrugs drugs, met drugs, uh, Terra Nova en en terugval en uiteindelijk een, een, een ontwaking waarin je ook besloot: ik ga lekker lang op Terra Nova zitten. En uh, ik en heb mijn hele je boek nu? al verteld. Ja, je <laughs> hebt je de boek al verteld, dus nou, die kan je overslaan, dames en heren. Maar jouw huidige geen marketing, <laughs> jouw huidige missie, of, of het is misschien wel veel meer jouw huidige, ja. hoe noem je het? Het is geen missie, maar een visie of een, een levensfilosofie. Het voelt voor mij wel echt als een missie van mijn ziel. Is, ja hemel op aarde creëren. De hemel op aarde creëren, ja. ja dat is afgelopen zomer is dat doorgekomen. En dat is ook het moment geweest... dat ik zei dat het voor mijn gevoel van... meer van een ik naar een wij bewustzijn is gegaan. En daarmee zeg ik echt niet dat het nooit meer ik is. Want natuurlijk is dat zo. En natuurlijk heb ik een ego. En, uh, maar dat er wel een soort van... Uh, switch is geweest van... oké, okay, ik doe dit niet meer voor mezelf. Maar ik wil dit voor de aarde doen. Ik wil dit voor de mensen doen. Ik wil dit voor de dieren doen. Ik wil dit voor de natuur doen. En daarvoor werd ik wel uitgenodigd om een verhaal los te laten. En dat vond ik heel moeilijk, want misschien kan je je voorstellen dat dit boek vertelt 28, de eerste 28 jaar van mijn leven. Ik heb er alles in opgeschreven, alle kwetsbare dingen, voor mijn ouders bijvoorbeeld ook. Die hebben dit ook gelezen. Nou, kun je nagaan hoe het is voor een ouder om dat misschien mee te krijgen. Alles, alles staat erin wat ik heb meegemaakt. En dan komt het moment en dan word je uitgenodigd om te schrijven. <tus> nou, dat is ongeveer anderhalf jaar overheen gegaan voordat ja. het uitgegeven is en dan staat alles in het teken een soort van in het uitgeven van het boek. Dus je bent podcast aan het doen en je kent het, je gaat op een podium staan, je gaat het onder de mensen brengen, je bent met social media bezig, alles. Dus het is eigenlijk een soort van heel mijn leven, waardoor ik een soort van kwijt raakte waar ik het in het begin voor mijn gevoel voor deed. En ik ja. wil gewoon de in eerste instantie steling heling voor mezelf en als ik andere mensen blij mee kan maken, dan is het mooi. Uiteindelijk hoorde ik, oh, dit is interessant voor verslavingsklinieken. Dit is interessant voor mensen in het festivalleven. Dit is interessant voor psychologen en alles. Maar zelf merkte ik dat ik daardoor, doordat het groter werd, ik mezelf een bepaalde druk op ging leggen. Dus ja. oké, okay, als ik een podcast doe, dan moet het zoveel views krijgen. Ja. Ik moet zoveel trainingen verkopen. Ik moet zoveel boeken verkopen. En dat, dat het blijkbaar is dat een deel in mij wat leeft. Ja. Wat er gewoon is, ook vanuit mijn marketingachtergrond, maar ook gewoon de drijfveer die ik van binnen heb. Want ik heb gewoon een drijfveer om bepaalde dingen groots neer te willen zetten. En dat is denk ik ook wel helemaal oké. Okay. Maar hierdoor verloor ik mezelf ook. En ik had er gewoon geen plezier meer in. Want telkens als de boekverkopen uh, tegenvielen. Of er kwamen te weinig views of wat dan ook. ging ik mezelf straffen. En toen ben ik op een gegeven moment, als dat te, te lang gebeurt. dan ga ik mezelf achter mijn oren kralen en denk: waarom gebeurt dit? Als iets heel één keer gebeurt, dan denk ik, oké, misschien sowieso geen toeval, maar als dingen twee, drie, vier, vijf keer gebeuren, dan ga ik mezelf echt wel afvragen: oké, dit is een patroon. Waarom gebeurt dit? En toen ben ik dus goud eerlijk tegen mezelf geweest, waarom gebeurt dit? En toen was er een stem in mijn hoofd die zei: laat het los. En toen dacht ik, oh shit. Laat het los. Ik ben hier gewoon, nou ja, ik ga nu niet schelden, maar er kwam echt wel scheldwoorden uit. Dat ik dacht, ik ben hier zo lang mee bezig geweest, hoe kan ik dit loslaten? En met dit bedoel je het boek? Het, het boek, maar het gaat natuurlijk verder dan het boek. Het is gewoon mijn oude identiteit, mijn oude persoonlijkheid. De brein die van feesten, van drugs, van drugs, heel die nog in verbinding was met zijn trauma, met zijn zwaarte. En heel erg vanuit daar de hele tijd handelde. Vanuit het presteren, het niet gezien worden. Dus het, was, het boek is meer symbool, zeg maar, voor wat er achter stond. Ja. En uh, toen dacht ik: oké, okay, ik moet rust nemen. Uh, dus jij vertelde het ook ooit even mooi over een paar weken weg. Ik ben met mijn vriendin en de hondjes uh, vier weken naar Spanje gegaan. Oh ja. En boven op een berg gaan zitten en uh, ik heb vrij weinig gedaan. Maar als ik een week weinig doe, dan borrelt het, borre het, het al van de inspiratie. Ja, Komt ja. er alles omhoog. En uh, ik had toen die tijd een business coach en die heb ik nog steeds. En ik ben met hem gewoon twee keer per week een uur anderhalf uur gaan zitten. Van oké, okay, wat mag er gebeuren? Wat gaan we doen? En hij heeft zulke goede... Hij, Tom Pluimers, hij is zo goed. Hij heeft mij zoveel vragen ook gesteld van... Oké, okay, wat, wat wil je? Wat ga je doen? En wat gebeurt er in met je? Waar, wat wil je nou echt in de wereld te zetten? En door ja. al die gesprekken... werd het op een gegeven moment steeds meer helderder... wat ik wilde doen. En uiteindelijk wist ik dat het te maken had... met de hemel op aarde creëren. Ik vind dat zelf zo'n mooie tijd. Puur omdat ik sterker... Verbinding voel met Christus bewustzijn, met Jeshua, Maria, Magdalena. Niet zozeer de kerk. Dan nou, hoeven we ook niet te ver in gaan, want dan krijgen we een heel ander gesprek. Maar ik een heel erg een sterke verbinding ook met de Qatar. Daarom ben ik, denk ik, ook 15 maanden in Qatar gebied, Terranova geweest, ja, dus ja. uit Frankrijk. En voor mij was het toen die term doorkwam: oké, okay, hemel op aarde creëren. Een verbinding met het goddelijke in onszelf. Andere mensen helpen herinneren dat ze het goddelijk al zijn, dat ze dat oneindige bewustzijn al zijn. En toen kwam er eigenlijk gelijk het idee voor een nieuw boek. Ontdek de God in jezelf. Jij bent God. Mm. En um, God zeg maar met een streepje in. Zodat het ook gaat van de God en de Godin in jezelf. Omdat we zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Ja, ja. En we uh, begonnen met schrijven. Ja, en toen kwam er eens nog iets moois op ons pad. En dat was een uh, land en een centrum. En het was of dat... Uh, ja, Toen ik me volledig op die missie ging focussen, van de hemel op aarde creëren, dat er alles weer een soort van op zijn plek ging vallen. En ineens ging het weer stromen. Kwamen mensen op mijn pad die weer de goede richting instuurden. Kwam het idee voor een boek, voor een online community. Ben ik nu zelf een uh, podcast gestart? Ik had al een podcast, maar nu met, uh, die gaat die over de hemel op aarde creëren, een ja. reeks waar het super stroomt waar ik zo blij van word... en waar ik zoveel inspiratie van krijg. En wat ik net al even zei, ook in het voorgesprek en net... is dat we ook bezig zijn met een stuk land en een centrum... om echt een fysiek hemel op aarde stuk ook te gaan creëren. En ja, ja dat is heel spannend. Maar tegelijkertijd voelt het ook allemaal zo kloppend om te doen. Want wat... Um, en laten we het zo meteen hebben over het, het fysieke. Ja. Want dat is tof dat je het ook echt fysiek wil creëren. Maar wat, wat is metaforisch gezien ja, voor jou een hemel op aarde creëren? Of misschien eens metaforisch, wat is dat voor jou, de hemel op aarde creëren? Ja, mooie vraag. Hele mooie vraag. Ik denk, als we even met aards gaan beginnen, dat het er echt om gaat dat we ons eigen mooiste leven gaan leven. En dat we de meest authentieke versie van onszelf zijn. Maar daarin dat we ons verbinden met zowel de hemel, boven, als met beneden. Dus met moeder aarde, met vader hemel... dat we ons daar tussen afstemmen. Dus dat we ons kruin open hebben... dat we onze wortelchakra open hebben... en dat we met zowel boven als beneden... dat we in verbinding zijn. Tegelijkertijd dat we ons beseffen... dat we in een concept van zo binnen, zo buiten leven. Dat alles wat we van binnen... Voelen dat wat er in de buitenwereld gebeurt, dat dat een representatie is van onze binnenwereld. Ja. Dus dat. En tegelijkertijd dat we universele wezens zijn met een multidimensionaal bewustzijn, waarin we in deze realiteit mannelijk en vrouwelijk zijn. Dus dan heb je hem zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden, mannelijk en vrouwelijk. En ik geloof, als je je daar een soort van in het midden van gaat centreren, dat je tussen die hemel en aarde staat. Dus tussen het mannelijke en het vrouwelijke. tussen het licht en het donker. tussen de hemel en aarde. Maar daar precies in het midden. En voor mij voelt dat als een soort van. Het is altijd lastig om de woorden te brengen, dit stuk. Alsof je in een soort van leegte bent. die gevuld is met oneindig potentieel. En daaromheen je de concepten hebt van leven en dood. licht en donker, mannelijk en vrouwelijk. Maar dat je daarin gaat staan en beseffen dat je alles bent en tegelijkertijd dat je niets bent, maar dat je daarin een keuze hebt van oké, okay, of ik ga nu verbinden met de hemel, of nu met de aarde, of ik ga nu weer in mijn vrouwelijke energie, of ik ga nu juist in mijn mannelijke energie staan, of juist weer in het donker staan of in het licht, maar dat je ook weer beseft dat uiteindelijk alles wat daar, wat ik net opnoem, dat dat ook weer hetzelfde is, ja. dat het licht het donker is en het donker het licht is, ja. en dat een demon net zoiets kan zijn als een engel en andersom. Maar dat het maar net is hoe wij zelf die betekenis daarin geven. En laten we deze drie even doorlopen. Want ik vroeg er wat is voor jou helemaal op aarde? Je noemde drie dingen. Eén zei je dat je zowel hè, vanuit je kruin verbonden bent met... Ja. met ik wil zeggen vader zon, maar vader hemel zei je. Ja. Als met je wortelchakra verbonden bent met moeder aarde. Ja. Voor sommigen die nu luisteren, denken Oh, dit, dit, dit heb ik er helemaal mijn eigen beeld en gevoel bij. En ja. dat hoor ik niet voor het eerst. En sommige mensen denken: We Wat? Dat Wil dat je je ons meenemen. Wortels, als... <laughs> <laughs> ik, ik heb gewoon voeten met vijf tenen. <laughs> ja, ja, mooi. <laughs> en, ja. En, en mijn kruin is al dicht sinds ik baby ben. Dus, hoe, dus hoe, uh, wat is dit voor jou? <laughs> Zowel verbinden met vader-zon, met vader-hemel hey. Vader als moeder-aarde. Hoe, hoe, ja, wat is dat voor jou? Ja, voor mij is het dat we ten eerste laten beginnen dat we hier op aarde een leven hebben. En dat we daar ook volledig hebben te zijn. Met alles wat er om ons gebeurt. En we leven in een 3D-wereld op dit moment. Waar dualiteit is, concepten. Man en vrouw, licht en donker. En daarin bewegen we. We hebben ons aardse leven. We moeten onze tanden poetsen. We moeten naar de wc. Uh, we willen verliefd worden. We willen naar een pretpark. We willen dingen ervaren. Dus dat is, voor mij is dat gewoon het aardse leven. Ja. Tegelijkertijd geloof ik ook dat we een hogere zelf hebben. En een ziel. En dat we er verbonden zijn met alles wat is. En als je helemaal uitzoomt, dan is dat je alles bent. En tegelijkertijd niets. Ja. En voor mij is het dus dan meer van dat je, je gaat herinneren dat ik hier in het leven als Brian ben. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat ik het goddelijke ben. Ja. Dat ik een godin ben. Dat ik een ziel ben. En dat ik vanuit die ziel ooit een keer de keuze heb gemaakt om hier op aarde te zijn. Om te leren. En daarvoor is het dus nodig om beide te kunnen weten. Ja. Dus dat ik weet dat ik een ziel ben en weet dat ik een aardse brein ben. En dat ik die twee samen kan brengen in dit aardse vleespak. Want in, in, in jou. Beleving, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Dus de, 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 de fysieke persoon Brian ja. met een mind en een ego. Ja. En de, ja, jouw ziel, jouw spirit, die hier eventjes voor x aantal jaar als Brian is en daar nu weer teruggaat. Ja, ik denk dat Brian soms denkt dat hij heel veel weet en tegelijkertijd dat hij helemaal niets weet. En wanneer ik in Brian zit. Dat ik heel erg beperkt kan zijn in mijn gedrag, in mijn overtuiging, in mijn denkbeelden, in wat ik zou willen creëren. Maar als ik Brein durf los te laten. En ik laat hetgene wat door Brein heen wil komen, bewegen, dus laten we het nu even de ja. ziel noemen. Ja. Dat het veel groter gaat voelen, dat ik veel meer kracht ga voelen en dat ik me veel meer een gevoel van thuiskomen ook ga ervaren. Ja. En welke missie um, zou je ziel kunnen hebben uitgekozen? Want ik ik ga hem iets verder, verder toelichten ja. en kleuren we gewoon vanuit oh, mijzelf. Ik heb heel erg het idee dat de onderdeel van de groei die je hier op aarde kan creëren is door minder te hechten aan Thijs Lindhout, aan de persoon Thijs. En dat ja. kan ik meer de verbinding maken met mijn hogere ik, met mijn ziel. Maar mm -hmm. ik denk, als dat, het, als dat het hoofdspelletje is hier op aarde, kan ik me meer verbinden met mijn ziel. Terwijl ja. ja, ik ben al mijn ziel, die was ik al voordat ik hier kwam, die ben ik weer als ik straks hier weg ga. Ja. Mijn ziel heeft toch ook uitgekozen om hier als Thijs Lintat op aarde te komen, om, om, om een pad, een reis af te leggen en om lessen te leren. Dus het is ook weer raar om Brian of Thijs af te wijzen en ik moet vooral verbinding leggen met mijn ziel, want daar is liefde en licht. Nee, ja. je ziel is hier ook gekomen om dit leven, dit pad te bewandelen. Dus hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En welke, welke ja, pad is dat dan? Ik zou brein en thuis sowieso niet afwijzen. Want als je dat deel afwijst, dan wijs je het deel wat in verbinding is met de aarde af. Maar je wijst ook gewoon een deel van jezelf af. Want brein en thuis is het onderdeel van een ziel. Ja. Maar die ziel heeft misschien al duizenden levens geleefd. En nou, thuis op brein is een van die levens die we nu aan het ervaren zijn. Ja. En ik geloof ook wat je zegt, dat we hier zijn met een reden. En een van die redenen is volgens mij dat we shit op te lossen hebben. Dat we karma hebben, dat we dingen in andere levens uh, hebben ervaren die ons aan zijn gedaan, maar ook die wij anderen hebben aangedaan. Simpelweg omdat er een te laag bewustzijn op aarde was, wat we nu te helen hebben. En tegelijkertijd dat we als je het hebt van ja, misschien wel een groepsziel of gemeenschappelijke ziel, dat we ook hier op aarde zijn om te helpen in de transitie. Dat we weer naar een hoger bewustzijn kunnen gaan. En dan is het wel fijn als Jantje, Pietje, Thijs, Brian, Gerrit, uh, Clara, noem al die namen maar op. in het leven zich gaan herinneren wat ze te doen hebben. En voor de een is dat. Nou, je zei net vorige week wat je dokter Juriaan. hij doet het op zijn manier. Nou, ik doe het weer op mijn manier. Jij ja. doet het op jouw manier. Maar uiteindelijk zijn we eigenlijk met het allemaal. met hetzelfde bezig. En dat is het verspreiden ja. van bewustzijn en van licht. En als steeds meer mensen zich gaan herinneren. dat ze dat licht en die bewustzijn zijn. dan. Krijg je uiteindelijk een soort van effect. Ja, laten we het een olievlek noemen. Wat zich steeds verder verspreidt, ja. waardoor steeds meer mensen gaan herinneren wat ze zijn. En dan kan er volgens mij pas echt verandering in ja. de wereld komen. En wat ik zei over die fysieke stuk uh, helemaal op aarde creëren. Ik weet zeker dat er nog honderden andere mensen zijn die dat ook aan het doen zijn. Of ja. al hebben gedaan of ja. nog willen doen. Maar wat zou het zijn als al die plekken over de hele wereld. Uh, gaan ontstaan en met elkaar gaan verbinden. Ik zie dan een soort van netwerk vormen dat al die plekken met elkaar in verbinding zijn energetisch. En dan krijgen we een netwerk van licht van liefde over de hele wereld. En dat zorgt voor mij denk ik voor dat die trilling op aarde steeds meer omhoog kan gaan, ja. waardoor we uiteindelijk denk ik die ascensie kunnen gaan maken. Ik weet niet of dat dit in dit leven gaat lukken. Ik weet, denk het niet, maar ik denk wel dat we grote stappen al kunnen gaan maken. En voor het aardse ja, voor de aardse brein en thuis, dan denk je, ah oh shit, man, waarom niet het leven? Waarom gaan we dat niet meemaken? Maar ja, als ziel denk je, ja, volgend leven ben ik hier weer ja. en dan ga ik de vruchten van plukken. Ja, ja. ja. en dit, dit is ook waar Robert nog een boek over heeft geschreven, toch? Is het niet de, de, de volgende dimensie of de vijfde dimensie of, of heb je het daar nu niet over? Uh, ja, Robert heeft er wel een boek over geschreven. Maar het is denk ik wel wat je de laatste tijd wel vaker ziet. Dat je het hebt over de, het gaan naar de nieuwe aarde. Van 3D naar 5D. Dat we in het Aquarius-tijdperk in gaan. Dat is wel een algemeen thema. Volgens mij wat je ziet. Mm -hmm. Zeg maar in uh, het spirituele landschap. Dus dat is wel wat ik bedoel. Ik geloof wel yeah. dat we hier op dit moment. met z'n allen op aarde zijn. om uh, uiteindelijk die transitie te zorgen. Yeah. Zodat Moeder Aarde naar een hogere trilling kan. en wij daarin mee kunnen gaan. Ja. Yeah. En... Laat die nog even parkeren. Ja, ja. nee, die, die gaan we wellicht zo doorpraten. Maar um, ik had gewoon nog een andere vraag bij me te binnen. Want je gaf net aan, ja, uh, jij, Thijs, bent ook onderdeel van je ziel. Ja. Is dan in jouw beleving of overtuiging. als jou, uh, jouw fysieke leven hier op aarde voorbij is. en je gaat over, dat dan jouw ziel ook gewoon een stukje brein meeneemt. en dat mijn ziel een stukje Thijs meeneemt. Dat is gewoon een van de ervaringen die die ziel heeft gehad, en dat, dat, dat blijft dus. Ja, ik geloof het wel. Als jij dat zo vraagt, dan voelt het voor mij heel kloppend dat dat het geval is. Dus dat we het lichaam achterlaten en dat lichaam gaat naar de aarde of in het water of het verbrandt of weet ik veel wat je er tegenwoordig allemaal mee kan doen. Maar dat het bewustzijn, wat in thuis zit of in brein zit, dat stopt niet. Ik, ik begeleid zoveel mensen ook, wat ik zei in werk, met regressie en recarnatie-therapie. En wat ik continu zie, wat ik nog in één keer niet ben tegengekomen. Is wanneer um, het leven eindigt, dat het bewustzijn doorgaat. En ik doe in mijn sessies altijd het sterfproces, want dan heb ik een soort van de goede afronding. Um, maar dan zie ik altijd dat het bewustzijn er nog is. Ja. Dus dat ze zien, oh, ik zie licht, oh, ik word opgenomen of iets. Oh, ik zie bekende, oh, ik zie dit. Oh, ik voel zo verliefd, ik voel vrede, ik zie landschappen. Dat soort dingen komen altijd terug. En ja, natuurlijk, als je het zelf, als je zelf nog niet dood bent, gegaan, kan je het nooit zeker weten. Maar ergens. Zie ik wel en weet ja. ik ook wel dat het een overgang is en dat we teruggaan naar iets anders. En dat kan zijn dat we teruggaan naar onze zielenbron, dat kan er zijn dat we teruggaan naar een andere planeet. Dat, dat durf ik niet te zeggen, maar ook ja. daar denk ik weer dat we daar weer verschillende keuzes in hebben. Maar dat ja. is wel dat is meer een soort van speculeren en ook wel ergens weten: van oké, okay, er zijn <laughs> verschillende mogelijkheden. Maar dat het doorgaat, dat is voor mij wel zeker. Ja. Nou, ik, ik voel een enorme geruststelling over me heen als je dat zegt. Ik heb, ik heb er denk ik nog nooit zo naar gekeken. Want ik dacht, even gechargeerd gezegd. Maar altijd, oh mijn, mijn ziel komt hier. En dan... Pff. Thijs, weet je wel, en dan die valt een keer om, ja. en die is weg. Thijs Lint, dat heeft nooit bestaan, en mijn ziel gaat weer verder. En, en het idee. Het ego is het super pijnlijk. Ja, ja, nou ja, en, en dan, of misschien is het nu gewoon geruststelling van mijn ego, of misschien mm. resoneert het met een bepaalde waarheid in mij, maar dat je ja. zegt nee, maar dat je ziel neemt die ervaring wel mee. Dus ja, ergens een stukje wel Thijs wel. neemt die ziel, dat, dat, nou ja, nogmaals, kan ontspanning van mijn ego zijn, of, ja. of, of iets hogers, maar ik merk dat dat me wel ergens. Uh, het voelt wel ergens kloppend. Eigenlijk. Ja, voor mij geeft het ook ergens comfort van. Ik heb misschien nog duizenden levens. Ik kan nog zoveel dingen doen. Ik hoef het niet allemaal in dit moment goed te doen. En als je, het, als je de reis ook kan zien als een soort van oneindige reis. van het, het stopt niet. Voor mij, als ik dat nu zoals nu zeg, dan kan ik dat ook weer helemaal voelen. Natuurlijk heb ik ook momenten dat het niet zo is. Maar dan voelt het echt direct van oké, okay, ontspan, weet je wel. Geniet ja. gewoon van de reis. Het is een avontuur en we zijn hier om te leren. En als dit leven als Thijs of Brian voorbij is... dan staat er waarschijnlijk gewoon weer een heel nieuw avontuur op ons te wachten. Ja. Ja, dat voelt super superleuk. <laughs> nou, waar ik heel lang moeite mee... Nou, ga ik een beetje met de billen bloot. Waar ik heel lang moeite mee heb gehad... en nog steeds ook kan voelen... is... En ja, dat, dat kan je dan heel snel gewoon labelen als ego... maar dat is ook weer meteen heel erg oordelend en streng ja. naar mezelf. Maar dat... Ook weer even gechargeerd gezegd, bijna van ja, uh, boeien dat ik hierna nog duizend levens heb. Maar Thijs Lindhout is weg, weet je. Ik heb hiervoor misschien ook duizend levens gehad mm -hmm. of tien. Herinner ik me ook helemaal niks van. Dus die zijn nu ja. voor mij ook gewoon weg. Maar dat, de, is, maar dat is de vraag, hè. Maar wat als je overlijdt en je gaat terug? Denk je dat die levens dan nog steeds weg zijn of dat je ze dan wel weer herinnert? Nou, op dit moment kan ik me niks uh, bewust... Uh, nee, maar nu pak. zit je dus in Thijs en als Thijs herinner je het niet. Maar wat als Thijs overlijdt en hij gaat weer terug naar zijn ware essentie, naar zijn zielenergie dan word je opgenomen in het grote geheel. Ik verwacht ja. dat je dan wel weer kan zien van, oh, ik heb daar een leven gedaan, ik ja. heb daar een leven gedaan, en ik zie nog, ik zie het nu wel allemaal. Maar vanuit hier is het een soort van beperkt. Maar kan je voorstellen dat, natuurlijk, zijn ook verhalen dat wanneer je naar Aarde komt, dat je een contract aangaat met argontische wezens, dat je wordt afgesneden en dat je dan uh, helemaal vergeet waar waar je vandaan komt. Maar kan je ook voorstellen dat dat Misschien ook wel juist iets heel moois is dat het gebeurt. Want anders zou je nu alles weten. Ja. En dan ja. hoef je het niet meer uit te vinden. Ja, stel, <laughs> ik, 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 uh, ik kom terug ja. in een nieuw leven. En dan kan ik me nog alles herinneren van Thijs Lindhout. Gewoon ja. van, weet je wel, wat nu ook in mijn hoofd zit. Van geboorte ja. tot dood. Ja. Zo is wel heel fictief. Want uh, hoe, hoe ga je er als babytje mee om dan? Maar... Ja, maar Ja, ga je dat voor duizenden levens doen? Dan word je toch knijtig. <clears throat> ja, zo dat veel, uh, veel data. Ja. Oké. Okay. We dwaal af, dat is de eerste. <laughs> met, uh, met je kruin in de, in de hemel en met je wortels in de aarde. Ja. Twee. Uh, uh, wat is dat? Ik had BB opgeschreven. Waar staat het voor? BB? Dat kwam helemaal. Zo binnen zo buiten? Ja. Thanks. Ja. Dus, ja, dus, de, 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 dus je eerste overtuiging of je eerste element van helemaal op aarde creëren was dus nou waar ik het net over had. Het ja. tweede is uh, dat je realiseert inziet uh, binnenwereld is buitenwereld. Dus in je buitenwereld. Ja, buitenwereld is binnenwereld. Van... Maar ja, voor ja. mij lopen ze in elkaar over. Ja. 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 Kun je die toelichten? Ja, op een gegeven moment ging ik merken. En dat was voor me ontwaken, al dat het universum een soort van tegen me aan het praten was. Begon dubbele cijfers te zien. Oh, ja. En ik denk dat veel mensen die in het spirituele landschap aanwezig zijn, vaak dubbele cijfers ja. zien. En voor mij zijn dat een soort van tekenen, boodschappen van engelen, van het universele ja. rijk om ons een bepaalde richting op te sturen. En ook weer van mening dat die. Cijfers voor iedereen iets anders betekenen. Voor mij betekenen de twee, gaat het over verbindingen, over liefde, over uh, Maria Magdalena, maar voor jou kan het weer iets anders betekenen. Bijvoorbeeld, En mm -hmm. achter staan voor mij voor overvloed en voor manifesteren, maar voor een ander kan dat, maar voor mijn vrienden betekent bijvoorbeeld heling. Dus het is ook weer zelf hoe we die betekenis ja. eraan geven. Um, dus ik merkte wel van, oké, okay, als eerste wordt er ook tegen me gepraat. Dus... Daar ben ik op een gegeven moment verder gaan induiken en op een gegeven moment merkte ik van oké okay, alles wat er dus daar in die buitenwereld gebeurt dat wil dus iets tegen me zeggen en dat is daar ook om mij ergens op te wijzen. Op het moment dat ik in de buitenwereld een vrouw zie die gigantisch boos op me wordt en die mij gaat uitschelden is het eerste wat ik me afvraag... oké, okay, wat speelt er op dit moment in mij... dat dat gebeurt. Ja. Want als ik me vrolijk, blij en enthousiast voel... dan gaat er niet een vrouw tegen me schreeuwen. Maar als ik ergens in een proces zit... waar ik mij boos voel... omdat ik misschien heel lang bepaalde emoties heb weggestopt... dan zou het zo kunnen zijn... dat ik dat in de buitenwereld ga aantrekken... om dat te triggeren. Ja. Hetzelfde is dat je... Um, wanneer je iets mist... dat je dat in een partner gaat zoeken... omdat ja. je een partner dat geeft. Maar dat is gewoon omdat we dat... Wat we nog niet van binnen ook hebben, dat wordt ook in de buitenwereld aan ons getoond. Ja. En tegelijkertijd praat tegen ons. Ja. Dus als ik mij blij en gelukkig voel, dan, uh, dan zing ik in de auto en dan zie ik allemaal mooie mensen om me heen. Maar als ik me depressief voel, dan kan ik op de Bahama zitten en dan kan ik daar met mijn cocktail op een strandbeentje liggen. En dan kan ik me gewoon super depressed ja. voelen en ja. dan zou ik dood kunnen, ja. zeg maar. Dus het is echt gewoon hoe we ons voelen, dat, dat, dat zien we gelijk in de buitenwereld terug. Ja. En dan. Kan je denk ook heel mooi gelijk die, uh, die crossover maken naar, um, naar manifesteren. Want als we iets willen van binnen, dan gaan we dat aan de buitenwereld ook al zien. Ik zei van ik ben, wij zijn met het land uh, een centrum bezig. Maar nu zie ik dat overal om me heen komen. En dan open ik mijn Instagram zie ik een post van een vrouw die zegt: Ik heb net een investeerder gevonden. En die, uh, die zorgt ervoor dat ik dit huis op pizza kan kopen en dat ik er een kersthuis kan, van kan maken. Hoor ik ergens anders dat er een stuk land te koop staat. Maar omdat mijn focus daarop is, ja. gaat de buitenwereld met mij praten. Ja, ja. ja dus zowel, dan wordt het bijna goal setting. En, en nou, ik wil het woord manifesteren niet hier hm. gebruiken. Maar aan de, de, de ene kant is als je. Ergens heel gefocust, dan ga je ineens dingen zien. Dan gaat de buitenwereld je ja. helpen? De wat diepgaandere, in ieder geval, zoals ik het kan, is dat je gaat leren. En relaties en kinderen zijn daar de beste voorbeelden ja. van. Maar achter alles, het verkeer, echt alles, je werk, als je de hele wereld gaat zien als spiegel, je kan alleen maar jezelf zien. En het klinkt als zo'n, zo'n, ja. zo'n ge, gevatte uitspraak, maar nee, die, maar die, die... Je hebt wel gelijk erin. Ja, zo voel ik dat ook. En dat is juist het. Het mooie denkt ook in op het moment dat je gaat beseffen dat alles wat er in de buitenwereld gebeurt, dat je dat zelf hebt gecreëerd. Ja. Ja, eigenlijk heb je het dan over als je het zelf hebt gecreëerd, je hebt het, je schept het. Dus eigenlijk kan ja. je al zeggen, je bent het goddelijke, maar dan gaan we misschien weer ergens anders in. Maar dan kan je er ook niet meer omheen of de schuld op iemand anders schuiven. Maar weet je gewoon van oké, okay, wat ik nu doe en wat ik nu ervaar, dat is allemaal omdat ik dit zelf gecreëerd heb door acties vanuit het verleden. Ja. Dus dat wij hier nu zitten, wij hebben dat samen gecreëerd ergens. Geen idee nog hoe, maar we hebben dat samen gecreëerd. En hetzelfde is als jij morgen wakker wordt en uh, ik ga een leuk scenario schetsen. <laughs> en uh, je bent met je meestal vriendin en ze neemt je mee uit eten en je hebt een geweldige avond en je belandt daarna in bed en je hebt de meest geweldige verbindende seks. Dat is dat omdat je jezelf dat waard vindt en jezelf dat hebt. Je hebt dat zelf voor jezelf ja, gecreëerd. Ja. Een jaar geleden was je misschien met diegene uit eten geweest, had je verschrikkelijke ruzie geweest en dan had je op een andere slaapkamer ja. geslapen. Maar dat is puur omdat je dan in de tussentijd een bepaalde ontwikkeling hebt meegemaakt waardoor je nu een andere situatie voor jezelf creëert. Ja. Dus daardoor zou je weer kunnen zeggen, het is zo binnen, zo buiten. En we creëren onze eigen situaties om te leren. En dat is zowel de mooie dingen als de minder mooie dingen. Ja, ik moet ja. aan heel veel dingen denken. Ik ga er een aantal van delen. Het ja, ja. is toch mijn podcast. nee Ga je gewoon. zeker Dankjewel, Brian. Moet je even ja, een kopje koffie ja, of zo? Ja, lekker, ik ja, moet ja. ik even, voel dat ik even los moet gaan. Nee, dat uh, weet ik mezelf weer onderuit te halen... voordat ik iets uh, heel inspirerends ga zeggen, hopelijk. Um, Albert Sonneveld. En hij is wellicht niet eens van hem, maar die, die... en dat gebruik ik ook in mijn theatershow. Die als mensen, als ze dit horen... ja, helaas, twee weken geleden had je erbij kunnen zijn. Of wellicht was je erbij ja. en... Stay tuned, want er komt nog een uh, vervolg. Uh, vertel ik een quote over... Nou, laat ik hem iets anders introduceren. In relaties, en, en hoe gek je op de ander bent... hoe meer denk je... Oh, uh, Brian, ja, ik voel zoveel liefde voor jou. Je bent zo Thijs. geweldig. Of sinds ik met jou ben, voel ik me zo erg mezelf. voor het even. Ja, <laughs> Sinds ik met jou ben, voel ik echt... Oh, jij geeft me zoveel liefde. Oh, Als ik al aan je denk, dan voel ik zoveel liefde in mij. Terwijl iemand anders kan jou helemaal geen liefde geven. Iemand anders kan jou alleen maar herinneren aan de liefde die al in je zit. Ja. Het is gewoon, dat, dit, dit is niet zweven, het is gewoon wetenschappelijk. Ik, mm -hmm. ik kan niet in jouw zenuwstelsel komen en daar hormoontjes en stofjes aan zetten... om het even nee. heel plat wetenschappelijk uh, samen te vatten. Nee, dat doe je zelf. Mm -hmm. Dus iemand anders kan jou geen liefde geven, alleen maar herinneren aan de liefde die in je zit. Ja, mooi. Wow. En uh, kleine zijweg, hè, buiten als binnenwereld, als ik nu in jou zo zien van oh je bent je bent een beetje onzeker of zo of je bent ja. een beetje zenuwachtig ja dat is dat kan alleen maar omdat ik van binnen blijkbaar ook iets van onzekerheid of zenuwachtigheid voelt want het ja. is de onzekerheid in mij die de onzekerheid in jou kan waarnemen ja, ja het, het, een klein zijwegje nog en dan kom ik weer terug <laughs> bij Liete Eckertolle ik, ik mocht hem laatst live uh, zien helaas niet interviewen gaat het vast ja. een keer gebeuren maar uh, die zei stilte zit in in alles de stilte is eigenlijk uh, die is er altijd. Al ja. sta je op een festival, dan ook dan is er stilte onder de, mm -hmm. onder de, de drukte of, of de geluidsgolven. En ik weet niet meer hoe hij daar naartoe praat. Maar hij zei, als het je lukt om echt de stilte waar te nemen in de buitenwereld. Hij zegt, dat kan alleen maar als je ook de stilte in jezelf hebt gevonden. Want het is dan de stilte in jou Mooi. die de stilte... In de buitenwereld waarneemt. Dus zo kan je van, ook van buiten naar binnen gaan. Yeah. Dus, want er was volgens mij een vraag uit de zaal of zo: van hoe vind ik de stilte in mezelf? Hij is nou, zorg er gewoon voor dat je de stilte in de buitenwereld kan waarnemen. Oi. Die kan je alleen maar waarnemen op het moment dat je uh, de stilte in jezelf hebt waargenomen. Um, en dan ook, Oi. ik zei net, onzekerheid en jouw onzekerheid in mij, ook tussen weer in relaties. Als dus je denkt, oh weet je wel, jij. Jij bent zo mooi. Of ik zie zoveel ja. liefde in jou. Of ik zie zoveel potentie in jou. Dat is ook heel mooi. En zeg het ja. tegen je liefje. En het is allemaal, en zo kan het is ook waarschijnlijk waar. En ja. ook allemaal een spiegel. Dat betekent ja. dus dat jij zo mooi bent. Dat jij zoveel liefde hebt. Dat jij zoveel potentie ja. hebt. Want anders kan je het in die ander niet waarnemen. Ja, en zo gaat het natuurlijk ook de andere kant op. Wat je mooi zegt: is oké, okay, jij bent verschrikkelijk. Ik mag jou niet. Uh, ik ben boos op jou. Dat ja, is een slecht af... mens. Ja, dat soort dingen. Ze zegt ja. het in principe allemaal tegen jezelf. Want ja. die delen nog in jouw leven. En ergens is het ook wel. Mooi, want als je hem een beetje uitzoomt, op dit moment als je naar de wereld kijkt, nou, het is gewoon chaos, die oorlogen overal. Maar dat kan dus ook alleen maar omdat dat in ons speelt. Ja. Anders is de collectief niet zoveel shit aan de hand. Maar dat is ook omdat die shit allemaal in ons speelt. En daarom is het denk ik om dan weer de koppeling te maken, weer naar het transformatiewerk en een reis naar binnen gaan, die hemel op aarde creëren. Wanneer we dat voor onszelf gaan doen. En onze eigen rotzooi gaan opruimen. Hoe meer mensen dat gaan doen, hoe meer we dat weer, dat weer in de buitenwereld terug gaan zien. En uiteindelijk ja. zal die oorlog dan ook gaan verdwijnen. Maar dan, dat werkt niet door uh, wapens naar Oekraïne of naar Israël of wat dan ook. De, ja. Daar weer wapens naar te gaan sturen of F-16's te sturen of een oorlog nog meer energie en geld te geven. Want dan wordt het alleen maar groter. Ja. Het is echt, we mogen echt naar binnen en gaan kijken. Wat, wat zegt dit eigenlijk over ons? Ja. Laten we van kleine naar grote. Laten we dan kom ik me komen drie vragen aan. Ja. Dat doe ik niet vaak. Het is een geluk. Okay. Uh, dus één, hoe vindt Brian van Leeuwen hemel op aarde? Gewoon voor jou persoonlijk. Twee, hoe doe je dat dan in je, in je cirkel met je vriendin, et cetera? Ja. En drie, wat is dan jouw grotere missie om, om, om in het begin in Nederland en misschien in tweede instantie de wereld wat meer naar hemel op aarde te bewegen. Maar Mooi. één, ho, hoe vind jij voor jou Brian van Leeuwen hemel op aarde? Rust. Ontspanning. Ik ben altijd heel erg um, druk geweest. Uh, heel erg met de buitenwereld bezig geweest. Uh, heel erg, wat zijn, ik heb het net allemaal genoemd, onzeker en gestrest. En voor mij zit het dan voornamelijk in het kunnen ontspannen in het moment, in het hier en nu. Het verleden loslaten, de uh, toekomst loslaten. En niet dat ik niet meer. Wil verbinden met het verleden, want als er iets opspeelt, ben ik de eerste die ernaar kijkt. Hetzelfde is voor de toekomst. Ik ben bezig met de hemel op aarde te creëren. Tegelijkertijd zit er de kunst in, en dat is waar ik de afgelopen weken ook echt weer in uitgenodigd ben, om daar niet te veel aan te willen hechten. Mm -hmm. Want het is een concept en het is iets moois, en ik voel dat het gaat gebeuren, maar als het niet gebeurt, mag ik ook volledig op vertrouwen dat het de bedoeling is. En ja. dat is gewoon. Super spannend ergens. Dus voor mij zit hem dan echt gewoon in het moment aanwezig zijn. En dat zit hem voornamelijk in dit soort gesprekken. Want dan ben ik niet bezig met wat er buiten allemaal gebeurt. Als ik in de auto zit hier naartoe, dat ik muziek gewoon lekker aan het luisteren ben. Of ja. mee zingen ben. En. Ook niet bezig ben. Dat zijn echt die momenten dat je puur nu bent. Of in een, of in een achtbaan. Zit. Ik ben vorige week met mijn bonusdochter, de dochter van mijn vriendin, ook naar een pretpark geweest in de familie. En dat is heerlijk, ik kan gewoon weer even kind zijn, dan ben ik ook niet bezig met allerlei ja. dingen. En als ik dan in de achtbaan zit, ben ik op dat moment alleen maar met die achtbaan bezig. Ja. Maar dat zijn wel de momenten waar je niet met het verleden en de toekomst bezig bent, maar echt gewoon in het nu. Ja. En ik denk dat daar. Als, en dan mooi wat je, omdat je dat voorbeeld van Eckhart Tolle aandoet, hij, hij is daar ook zo'n geweldige leermeester in. In dat nu aanwezig zijn, in die stilte, en daarin beseffen dat alles er al is. En dan kan je volgens mij samenvallen Samenvallen met alles. Ja. ja. ja het is maar eens erover praten, merk je, een soort van, het wist, ik weet niet of je het merkt, maar ik voel het wel dat de energie dan ook verandert daarin. Ja. Ja, en ik vind het heel mooi hoe. En het sluit zo naadloos aan op de podcast van vorige week. Die jij onmogelijk geluisterd kan hebben. Want die hebben we een uur geleden opgenomen. <laughs> confession, lieve luisteraar. Als je me op YouTube bekijkt. Ik heb eventjes anders aangetrokken om die illusie te wekken. Ja, dat ik. Ja, doe, dat ik ook dat... Ook al, doe ik ook altijd. <laughs> maar uh, vorige week, laten we even helemaal in die uh, mode stappen. Uh, hebben we het daar ook over gehad? En, ja. en heel mooi, dus jij dat dus, zonder dat je dat interview hebt kunnen luisteren, het nu benoemd. Van hé, hemel op aarde creëren voelt zo als mijn zielenmissie. Ja. En tegelijkertijd, als ik dat ga vastpakken als concept, dan ben je alweer niet de hemel op aarde aan het creëren. Want dan is het, oh, het is dus alleen maar succesvol ja. als ik dit resultaat behaal. Dat is volgens mij het tegenovergestelde van, ja, precies, van, van ja. wat, uh, ja, wat je wil bereiken. En voor mij gaat het heel echt een overgave en weer afstemming, zeg maar. Op wat er echt voor jou de bedoeling ja. daarin is. En daar weer in durven los te laten en met vertrouwen. Ja, het, is, ja. het zijn woorden en het klinkt heel simpel. Maar in de realiteit is dat het soms ook gewoon heel moeilijk is. En dat je daarin van alles tegenkomt. Ja. En daar dan ook weer in het moment gewoon mee kunnen zijn. En uh, ik weet niet wat je andere vraag ook weer was. Wat de volgende verdieping. Maar nee, die komt de, zo. Dus de de ik hou dus de stuk. De kunst daar de denk ik ook in is, is dat we. Kijk, iedereen kan heel mooi en heel goed en heel lang met liefde en licht en bliss en alles in verbinding zijn. Dat is fantastisch. Maar op het moment dat depressie op de deur komt kloppen, hè, dan lijkt iedereen wel overwacht te zijn. Yeah, yeah, yeah. Maar de kunst is denk ik ook, als dat zich aanbiedt en dat de onzekerheid zich aanbiedt en de twijfel en de boosheid. Dat je het net zo kan behandelen op het moment wanneer liefde op de deur staat te kloppen. Yeah, en precies. dat je er gewoon volledig mee durft te zijn en ja. te omarmen. Dat je zegt, oké, okay, depressie, kom maar. Ja, zo van ja. Op een, op een festival, op een feestje met mijn leuke vrienden en lekker dansen ja. en goede muziek kan ik zo goed in het moment zijn. Ja. En dan kan ik zo overgeven wat er is. Of als ik te <laughs> hebben ben, of van sporten ben, of van drummen ben. Of, uh, ja, oké. Okay. Ja. Dat is ook fijn. Want, want er zat mensen die ook op dat soort gelegenheden ja. nog in hun hoofd of in angstgedachten zitten. Ja. Maar, maar kun je ook helemaal laten zijn wat er is, inderdaad? als je... Ja, want voelt. uiteindelijk is er geen verschil. En is het, nou ja, wat Eckhart Tolle zo zegt. In de ruis, daaronder zit altijd stilte. En dus met dit soort dingen ook. Daaronder zit altijd liefde. Maar het is veel makkelijker om vanuit liefde naar liefde te kijken. Of de liefde in depressie te zien. Omdat het eigenlijk pijn doet. Maar uiteindelijk komt het uit dezelfde bron. Uit dezelfde ja. substantie. Ja. En over hem op aardige heren ja. gesproken. En dat zegt Juriaan heel mooi vorige week. Uh, wanneer je dat loslaat. Triggert het misschien een, een weerstand. Van oh, maar ik wil het ja. wel zo graag. Maar moet maar hij zei heel mooi, misschien heeft het universum wel iets veel mooiers voor je in petto. En dat is meteen een hele veel ja. lichtere overtuiging waarmee ik... Oh ja, weet je wel, het loslaten betekent niet, het gebeurt niet. Maar het is niet aan mij en misschien is er iets veel mooiers. Ja, dat is mooi. Ik heb dat in het begin ook wel gehad. Dat ik dan... Bang was om dingen kwijt te raken. Maar op een gegeven moment, als je dan een paar keer ziet dat je dingen kwijtraakt en dat er dan iets moois voor in de plaats komt. Dan is het heel mooi wat dokter Juriaan dan ook zegt. Ja. Als je daar al op vertrouwt van oké, als dit niet de bedoeling is, dan komt er iets anders. Wat ja. ook heel mooi is. En dan is denk ik de waarschuwing daarin dat je dat andere niet te snel wegdoet. Oh, er is iets moois. Dus dat mag geen, ja, dat ja, ja. hoeft geen pijn meer. doen. Als het pijn doet, eigenlijk nog steeds wel oké, okay, het doet wel pijn, dus ik ga het nog wel voelen. En ik geef het er nog wel aandacht gaan. En tegelijkertijd weet ik ook dat er iets moois voor me komt. Of zit hier een hele grote les in om deze pijn te gaan voelen. Ja. Ja. Samenvatting, deel 1 van mijn vraag. Hè? Ja. Hoe creëert Brian van Leeuwen voor zichzelf hemel op aarde? Ja. Is de juiste samenvatting wat ik aan het begin hoorde zeggen... dat je kunt ontspannen in ja. het nu? Ja, precies. Ontspannen in het moment. En hoe creëer je binnen jouw eerste cirkel... Uh, je gezin, ja. uh, hemel op aarde. Ja, toen ik van Terra Nova terugging naar Nederland, kwam ik eigenlijk gelijk in een warm nest terecht. En mijn vriendin die had uh, twee hondjes en uh, ze heeft een zoon die woont niet meer thuis, die is 24 en uh, die woont op dit moment in Portugal. Maar ze heeft wel een dochter die was toen 14 inmiddels is ze 16. Dus ik werd eigenlijk al in een soort van huisje-boompje-beestje gevoel weet ik opgenomen. En ik heb echt het geluk gehad dat haar dochter in het begin had ze echt wel moeite ook met de scheiding van haar ouders. Maar vanaf het begin heeft ze me echt gewoon welkom geheten. En wow. dat doet ze nog steeds. En ik voel me daar ook zo'n een mooie, liefdevolle verbinding. En dus mijn hemel op aarde zit wel echt binnen dat concept. En nu dus ja. heb ik 300 thuis. Dat is <laughs> superleuk. Dus ik ben er heel blij op. Ik voel me super op mijn gemak wanneer ik thuis met mijn vriendin. En als haar dochter er is, als de honden er zijn. En, jullie uh, wonen ook samen? Ja, we wonen wow. samen. Waar ja. wonen jullie? Te we. Heerlijk. Ja, ik vond En aan huis hebben we ook een, een werkruimte waar we onze sessies kunnen doen. Uh, dus dat voelt, ja, dat is echt een heerlijke bubbel. Ja. En uh, ja, dat is voor mij wel een van de belangrijkste dingen. Het voelt voor mij, ik zeg wel eens tegen mijn vriendin, dat vindt ze niet altijd leuk. Ze zeg, je bent zo veilig. En dat zegt ze, ja, maar dat is helemaal niet sexy. Ik zeg, maar voor mij is dat super sexy. En dat Jij zegt voelt, dat tegen haar. Ja, ja. dat ze veilig ja. is. Ja. Maar ik heb me nooit veilig gevoeld in een relatie. Ik was altijd bang. En bij haar... Voel ik me veilig. En omdat zij als vrouw ook die bedding kan bieden, die warmte, kan ik als man ook weer groeien en kan ik haar ook weer in haar kracht zetten. Dus het is echt een soort van wisselwerking die wij altijd met elkaar hebben. Um, dus ja, zo ziet dat er voor mij uit. Ja. ja. En wat kan jij, wat ligt voor jouw gevoel binnen jouw cirkel van invloed om, om hemel op aarde te creëren voor jouw nest? Kan je die nog een keer vragen? Wat, wat doe, jij, ja, wat doe ja. jij om hemel op aarde te creëren voor jouw gezin, voor jouw nest? Ja, goede vraag. Ik denk dit, want wij hebben de, de, dezelfde missie. Ja. En wij worden allebei heel blij van een mooi leven voor onszelf creëren. Dus dat betekent dat we kunnen reizen, dat we gezond kunnen eten, dat we leuke dingen kunnen doen. Uh, dat we met familie kunnen zijn en, en worden tegelijkertijd worden we allebei heel blij van met andere mensen in verbinding zijn. Met andere ja. mensen kunnen begeleiden, kunnen helpen. Dus dat stroomt heel erg mooi in elkaar over. En ik denk ook door de opleidingen uh, en onze eigen ervaring die we hebben, dat we dat steeds meer ook naar buiten kunnen brengen. En dat, ja, ik denk dat we dat samen meer doen daarin. Ja. Nou, en ik denk ook hoe meer jij zelf kunt ontspannen in het nu. Ja. Dus een bepaalde vibratie en trilling uitstraalt. Hoe zich dat natuurlijk ook... Um, hoe zeg je dat? Weerspiegeld? Of hoe, hoe zich dat ook, ook, mm -hmm. ook vertaalt naar je vriendin ja. en je bonusdochter. Ik ja. hoe jij het noemt. Ja, bonusdochter. Ja. Ja. Stiefdochter klinkt niet... Uh, nee, of dat, of, maar ik vind ook bonusdochter... Er is niet echt een normale naam voor. Nee, nou, het is ook niet dochter. Want als ik haar als dochter zou zien... Dan weet ik vanuit mijn achtergrond... Dat ik iets in het energetisch familiesysteem ga veranderen. Omdat ik een rol van vader in ga nemen. En... Ik voel me niet echt een vader of zo, maar wel. Er is wel een verbinding. Maar ja, hoe kan je het dan naar de buitenwereld? Ik denk als, als ik als ik bonusdochten zeg, dat iedereen begrijpt wat ik bedoel. Ja, 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 ja. oké. Okay. Maar ik heb nog als je een beter woord hebt, Thijs, dan hoor ik het graag. Ik, uh, ja. ik heb je e-mailadres. Dus ja. Tot slot. Uh, en daar lullen we nu dus gewoon een uur lang naartoe. Okay. Hoe creëren ja. we, hoe, hoe creëer jij, en dat laat je ook weer los dat beeld, maar wat, wat is jouw uh, wens, verlangen of, of actieplan om hemel op aarde te creëren? Want je bent dus echt bezig met een fysieke plek. Mooi, dus je zegt nu dat we deze podcast ook in een minuut hadden kunnen doen. Ja, <laughs> nou, een minuut, tien seconden. Die seconden, ja. Nee, ja. ik... Is het nu de onzekerheid in mij die de onzekerheid in jou waarneemt? Nee hoor. <laughs> nee, want wat mijn missie is, zoals ik het al voel, zeg maar en ook al zeg, is die hemel op aarde keer. En ik voel nu heel sterk dat er, en ik heb geen idee wanneer er wordt uitgebracht, misschien is het er dan al, uh, dat ik een stuk hemel op aarde mag creëren wat de fysiek is en uh, een stuk land, een centrum erbij waar ik mijn eigen opleidingen, trainingen en workshops kan geven, waar Esther haar opleidingen, trainingen, cursussen en workshops kan geven, waar we samen dingen kan doen, maar ook wat we kunnen aanbieden voor mensen die daar hun trainingen en workshops alles willen geven en vanuit daar allemaal gericht op het transformatiewerk, persoonlijke ontwikkeling, yoga, meditatie, breathwork, willen daar alles in mogelijk maken. Maar wel dat het allemaal bijdraagt uiteindelijk aan ja, die hemel op aarde keren. Kan, kan ik daar alleen een sessie doen of een retraite volgen? Of kan ik er ook gewoon een keer een lunchje doen of gewoon een keer een nachtje slapen? Hoe zie je het voor je? Ja, hoe zie ik dat voor me? Dat is mooi, want dan hebben we het gelijk over dat weer mooier in het veld zetten. Op dit moment zullen we daar... Uh, zoals het er nu uitziet, alleen groepen komen, die workshops en trainingen doen. Natuurlijk doen Esther en ik ook zelf toch één-op-één trajecten, dus er zal ook ruimte zijn, zeg maar voor één-op-één sessies. Maar we hebben nog niet in gedacht om daar ook ruimtes aan te bieden, zeg maar dat mensen ook uh, één op één sessies los kunnen geven. Omdat we daar alleen maar beschikking hebben tot grote ruimtes. Maar we zijn wel bezig om bijvoorbeeld op het land verschillende campingpots te willen gaan zetten. Ja. En als dat deze plek wordt, dan is dat nodig. Als het een andere plek wordt, dan gaat er iets anders gebeuren. Maar we willen wel mensen de mogelijkheid geven om te kunnen slapen. Want ja. dat betekent dat je retreats neer kan zetten. Ja. En natuurlijk zijn er altijd andere mogelijkheden. Maar uiteindelijk is het het doel zodat mensen daar workshops voor een dagdeel, ja. een dag of een weekend of een hele week. Um, gebruik kunnen maken van die plek, ja. Ja. En uiteindelijk, als je het hebt weer over een grote geel, zie ik van dat er meer van dit soort plekken gaan ontstaan. Ja. En ik ken al vrienden, zeg maar, die al zo'n soort plek hebben, en dan ook weer anders zoals wij het hebben. En mooi dat ik zeg zoals wij het hebben. Grappig. <laughs> het is er al. Ja, ja, dat is ook ergens. Het is ergens al. En ja. tegelijkertijd ben je aan het wachten tot... En dat is misschien nog het meest frustrerend om dat nog even aan te halen. Dat het er erg zo is en je voelt het. En tegelijkertijd zie ik je in het proces van: ik moet wachten tot het zichtbaar wordt. Ja, ja. Ja. ja, en dat is. Kun je voor... daarin ontspannen? Ja, dat is voor mij op dit moment nu steeds beter. De ja. afgelopen week was het echt wel echt heel, heel intens ineens. Omdat het moment van het wachten werd, werd aangetikt. Ja. En nu voel ik weer dat ik er helemaal in kan ontspannen. Nou ja, en dat is wel. En les, en voor mij is dat ook weer nodig. Ja. Um, maar ik geloof wel dat er meer van dit soort plekken komen. Wat ik net al even in het gesprek ook aangaf, dat er meerdere hemel op aarde zou gaan komen. En niet zozeer misschien met dezelfde plek omdat er allemaal van dit soort plekken over de aarde komen. Die met elkaar een soort van verbinding ja. hebben. Waardoor er een soort van groot netwerk gaat ontstaan. Als een soort van paddenstoelen die uit de grond poppen. Ja. Ik zie het echt. Maar ik wil ook weer niet mijn beeld jouw beeld vervuilen met mijn beeld. Maar oh, ik zie het als een soort van spiritueel pretpark. <laughs> <laughs> oh, het klinkt wel leuk. Ja. Um. En, nou goed, daar mag je zelf van ja, maken. Wij willen jezelf. er ook geen. Kijk, we willen daar natuurlijk ook hemel en aarde weer samenbrengen. Dus dat betekent ook dans, dat betekent ook ja. tantra. Dat betekent ook gek doen, dat betekent ook met oh, okay. kinderen plezier hebben. Ja, ja. Niet alleen maar trauma opruimen. Ja, kijk, precies. dat is onderdeel ervan. Maar we willen het allemaal een soort van samen daarin brengen. Ja. En dat is voor ons weer het allesomvattende waar het dan om gaat. Tot slot. hebben we we hebben de voorbespreking kort over gehad. Werden we werden enthousiast over. Afgelopen uur kort aangestipt. Uh, je hebt het heel kort benoemd. De beweging van ik naar wij. Oh ja. Nou, dit was mijn vraag. De beweging van ik naar wij. hoe was je een goede interviewer? Gooi er gewoon een zin in met ergens ja, een lidwoord, okay. wat werkwoorden en een popper een vraagteken achter. Ja. Nee, wat? de beweging van ik naar wij. Wat, 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 wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Ja, ik denk omdat... Dit gaat heel erg over. En dit is je boek? Ja, dit is mijn boek, inderdaad. Voor de mensen die niet kijken maar luisteren. Uh, dat gaat heel erg over Brian. Ja. Over, in dit geval het ik. En laat ik voorop zeggen: er is niks mis met ik. Er is niks mis met het ego. Ik heb. Ik ben absoluut, nou ik kan zeggen dat ik tegen ben tegen het idee van dat het ego er niet mag zijn. Ja. Want als je je dingen hier, als je het weer hebt over hemel, uh, de hemel op aarde neerzetten, dan heb je het aardse lichaam nodig. Je hebt het ego nodig om ja. bepaalde dingen neer te zetten. Anders ja. zit jij misschien de hele dag ergens in een hoekje en denk je het kan me allemaal geen flikker schelen. Maar ja. als je op het podium staat, dan heb je ook dat ego <kwijm> nodig om ja. daar weer te gaan staan. Um, maar ik, dit boek gaat dus heel erg over Brian en wat Brian heeft gedaan en wat Brian heeft meegemaakt en hoe Brian zijn transformatie heeft uh, gedaan ja. en wat hij er allemaal aan heeft geleerd. En heel erg dus delen vanuit het verhaal van wat Brian heeft gedaan. En daarin was ik uiteindelijk ook bezig met wat ik al zei van prestatiegericht. Bezig met de verkoop, bezig met online trainingen, bezig met uh, workshops voor krijgen. Heel erg op dat presteren, want... Uh, als ik presteer, dan, uh, dan voel ik me gezien. Ja, dat is dan. Want als je presteert, dan komen de mensen naar je toe. En dan denk je: Oh, lekker voor het ego. Mensen zien me. Ze kijken naar me. Ze vinden me leuk. Maar uiteindelijk ging dat dus bij mij een soort van tegenwerken. En dat was voor mij heel pijnlijk. Omdat ik toen besefte: van, Oh, shit. Ik zei het eerder ook al. Van, uh, het gaat niet meer om Brian. Er is, ik voel dat. Ja. Ik voel best wel vaak van tevoren al aankomen in mijn systeem. Met mijn energetisch systeem dat er iets gaat veranderen. En dit voelde ik al een beetje zeuren de hele tijd. Maar ik was er wel een beetje omheen aan het werken. Want ergens wist ik al van, oké, okay, dit boek is misschien niet het eindstation. Maar ik moet er nu wel iets mee doen of zo. Ja. En daardoor um, dat werd steeds duidelijker, steeds helderder. En ik kon daar op een gegeven moment ook niet meer omheen. Um, en toen ging het op een gegeven moment weer zoveel pijn doen. Dat ik dacht van oké, okay, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En toen besefte ik, oh, dit is. Ik ben er een soort van. Ik wil niet zeggen dat ik in ben getrapt of zo. Maar dat, dat mm. voelt. Je, je stapt ergens in, in. En op een gegeven moment denk je. Oh, dit is een dood eind. Weet je wel. Ja. Dus ik kan hier geen kans meer op. En dan merk ik dat ik toch weer te veel vanuit het ego ben gaan handelen. Het ja. is dus heel erg voor het ik. En nou ja, het verhaal gaat om ik. En uiteindelijk voelt het voor mij ook kloppend. En dan denk ik van. Oké, okay, het verhaal gaat om ik. Alles draaide om ik. Maar nu mag ik het ik loslaten. En mag ik het ik gaan inzetten. om vanuit ik bij te dragen aan wij. Ja. En um, hoef ik niet zozeer meer in, en dat is ook gelijk het mooie wat gebeurt als je het loslaat. Ik hoef niet meer zozeer bij iedereen in de podcast te zitten of op een podium te staan of mijn workshops vol te hebben of mijn praktijk mijn vol te hebben. Maar het mooie is, dus als je dat eens dus loslaat, dat het dan ja. ineens wel naar je toe komt, ja. omdat je een ander bewustzijn aanneemt. En daarin merkt ze dus van oké, okay, ik ben het dus niet meer aan doen voor mijn eigen gewin. Maar ook meer voor dat anderen er wat aan hebben. Dat ik anderen kan begeleiden. Dat anderen een mooie leven kan hebben. En dan ben je bewustzijn voor mijn gevoel aan het verruimen. En is het meer ja. collectief. En daarmee ook, want ik zeg echt niet dat niks meer voor Brian is. Want natuurlijk, Brian wil ook een mooi leven. Brian wil ook genoeg op vakantie gaan en genieten. Ja, ja, en mooie ja. dingen kunnen kopen. Maar tegelijkertijd is dat niet meer het wat belangrijk is ofzo. Ja. Mooi, ja. ja. ik vind dat je het heel mooi uitlegt. Dank je. Ja, gechercheerd gezegd is dus niet meer. Het is meer... soms moeilijk om, bepaalde, merk ik ook, om bepaalde dingen die je dan voelt en zo helder hebt ergens om die dan om daar woorden aan te geven. Ja, zo, Dat precies. het dan soms altijd een, de kern niet helemaal raakt. of zo. Ja, dat is heel dus gechargeerd gezegd, hoor. Ik denk dat het prachtig boek is, maar van hey, kijk eens naar mijn pad, naar. Oh. Wat kunnen wij creëren? Of wat kan ik bijdragen voor de ja, missie het, of voor andere en mensen? En dat is voor het boek ook. Want ik wil het helemaal niet als een egocentrisch boek neerzetten. Want ik geloof zeker als mensen die in het festivalleven zitten of die pijn hebben en vastzitten, is het boek geweldig. Het biedt echt een ja. uitkomst. Omdat het ook echt wel laat zien hoe je eruit kan stappen. Maar tegelijkertijd is het voor mij gewoon een proces. Ja. Ja, nou, dan. Ja? ja, nee, ga maar. Ik, 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 ik geef mezelf de vrijheid om dan ook een droom van mij de wereld in te knallen. Hecho. Die ik ook vervolgens uh, loslaat. Want als je het zegt naar nou, dit boek, je zegt nu: zou je dit boek niet meer zo schrijven. Uh, nee. Tegelijkertijd is dit boek ook gewoon heel waardevol voor mensen. Nou, wat je net noemde. Ja, die, zeker. Die, waarvoor het waardevol is. En als ik naar mezelf kijk, mijn eerste theaterprogramma gaat heel erg over een zoektocht naar geluk en succes. Uh, en zelf, nou. Ja, Groei ik en ontwikkel ja. ik. En daarom gaat mijn huidige show veel meer over een zoektocht naar jezelf. Zo dus ben ik met jezelf. En ik weet dat Mooi. mijn derde show ze heel erg gaan over een zoektocht naar, naar liefde. Hmm. Um, en uh, ik heb een droom om ooit. Want ik ook denk dat die eerste show voor sommige mensen heel relevant is. Misschien wel relevanter dan mijn huidige show of mijn derde show. Als mensen. Op dat thema vastlopen of daar ja. zijn in hun eigen zoektocht ja. of ontdekkingstocht. lijkt me heel gaaf om ooit op een dag met alle drie mijn shows tegelijkertijd te toeren. Ja, dat, dat, is je, dat je hebt show 1 ja. over geluk en succes, show 2 ja. over jezelf of, of de verbinding met jezelf. en show 3 over liefde. Wat dat mooi. Is dat, uh, ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja, dat, nou, zet erin. Tot slot, want ik heb het nu over mezelf gehad. Uh, jij noemde een aantal keer één op een sessies. Die zijn straks ook gewoon mogelijk op jullie fysieke hemel ja. aarde uh, plek. Ja. Wat, wat, wat voor één op een sessies doe je? Waar, waar ik doe mystery we... school trajecten. En nou, ik zie je gelijk kijken: van wat is dat? Ja. Uh, ik geloof dat we als mensen zeg maar, een ziel hebben. Dus als ik tegenover jou zit, zit je daar als Thijs, maar daarachter heb je een ziel. En jij zit zo super inspirerend. En vol informatie zit jij in elkaar. En je hebt allemaal allerlei verschillende dingen meegemaakt. Je zit vol met mysteries. Je hebt daar een stukje trauma naar in een de kinddeel. Daar heb je een wens. Daar zit opa nog. Daar heb je een verlangen om iets groots neer te zetten. En wat ik eigenlijk in die trajecten doe... is door verschillende methoden die ik heb geleerd. Uh, zoals de regressie en reïncarnatie Transformatieprotocollen, breadwork, EFT. Eigenlijk alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Die tools gebruik ik om uiteindelijk... de mysteries van degene die tegenover me zit... Naar buiten te halen. Dus dat betekent dat we één trauma op gaan lossen. We gaan met pijn aan de slag. We gaan met verdriet aan de slag. We kijken waar stroomt het nog niet. En tegelijkertijd gaan we ons afstemmen op het goddelijke. We gaan ons afstemmen op het licht. We gaan afstemmen op de zielsverlangens. En die zie ik in de trajecten die ik nu doe dat het heel mooi soort van samenvalt. Dus op het ja. moment dat je dingen oplost, komt de ruimte voor iets nieuws. En wat ik eigenlijk zie is de mensen die ik daarin begeleid. Is dat ze. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen thema's, eigen rugzakje. Maar daarin is er altijd iets gemeenschappelijk. En dat is heel mooi. Ik zie dat ze zichzelf aan het centreren zijn. Tussen hemel en aarde. Tussen het mannelijke, het vrouwelijke. Tussen het licht en donker. Dat ze zichzelf in het middelpunt van het ja. leven zetten. In het hier en nu. En vanuit daar gaan bewegen. En dat ze dan vanuit daar zo'n bewustzijn aan het creëren zijn. Dat ze ook die dubbele cijfers zien. Dat ze ook gaan zien. Dat ze gesteund worden. Dat er magische dingen op hun pad komen. En dat ze echt. Ja, misschien kan je het wel gewoon het best omschrijven in het flow van het leven gaan staan. Ja. En dat dat de magie is. Ja, nou, en ik, ik kan gewoon met 100%. Uh, uh, hoe zeg ik dat? Toewijding, of zekerheid zeggen dat je in elk geval, vlak voordat wij uh, dit, dit interview begonnen, had ik het heel kort over iets in mijn leven. En jij wist ja. meteen echt iets te benoemen wat mega raak voelde hmm. bij mij. Dus ik heb echt het idee dat je, dat je hier een mooie gave en sensor voor hebt. Ja. Dus uh, als mensen. Geraakt zijn en denken: Nou, ik, ik denk dat Brian of Brian mij verder kan helpen. Check ja. gewoon even Brian van Leeuwen.com. Yes. Toch? Dan kun je meer informatie vinden over het traject en vast een intake met jou inplannen. Ja, alles is daar te vinden. Ja. Tot slot. En excuses luisteraar. Ik heb laatst feedback gekregen dat ik te vaak tot slot zeg. Want voor echt, het ja? eerst zei ik dat geloof ik 44 minuten geleden. Echt, dus ik, ik, uh, ik, ik kan daar uh, nog iets uh, sluid, in de, groeien. Een half uur. Oké, okay, nu komt de laatste vraag. Nu komt de laatste ja, vraag. Ja. ja Mr. Beast zou zeggen retention. Want het is heel slecht voor je retention. Oftewel mensen haken af als je al aankondigt dat het einde nadert. Okay. Uh, tot slot. We hebben het een paar keer. keer over gehad. Dit is het laatste stukje. Nu <laughs> meen ik het echt. Hierna komt echt geen vraag meer. Beloofd licht en donker. Heb je het een paar keer over gehad. Ja. Sommige mensen ze snappen precies wat je bedoelt. En sommige ja. mensen denken ja, licht, donker, uh, ik snap er geen reet van. Wat is, wat, 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 wat is het, misschien de, de, de verhouding of de polariteit of het, het, het verband tussen die twee, wat bedoel ja, je daarmee? ga ik tot slot ook nog één keer anders geven. Sorry, kom weer ja, later. <laughs> Angst, liefde, uh, donker, licht, uh, boosheid, blijdschap, uh, mannelijk, vrouwelijk, voor mij is het een soort van onderdeel van de dualiteit waarin we leven, waarin we altijd te maken hebben. Of met het donker en het licht. Nou, s'nachts wordt het donker, overdag wordt het weer licht. En ik zie dat meer zoals delen die ook in ons leven. Dus we hebben onze demonen en we hebben ook onze engelen. En uh, uiteindelijk, eerder in het gesprek, noemde we dat ook al. En als je dan weer uitzoomt of kijkt wat eronder zit, is het uiteindelijk is het, is het hetzelfde. En ik geloof dat we heel erg met dat licht en donker, dat we daarin kunnen bewegen. En dat we daar keuzes in kunnen maken. Van oké, okay, we gaan nu voor het licht kiezen. Of we kiezen voor het donker. Of we brengen het licht in het donker. Maar dat het meer een soort van, ja, een soort van symbolieke, symboliek is voor het leven. Hoe we daarin kunnen bewegen of zo. Ja. En om het ja. iets aardser of persoonlijker te maken, we hebben allemaal licht in ons en we hebben allemaal donkerte in ons. Weet je, wel, je ja, boosheid precies. in je en je blijheid in je. Ja, en ik wil denk daarin ook duidelijk maken dat het echt niet de bedoeling is om de donkerte, dus het boosheid, de verdriet, de onzekerheid, onze angsten, maar ook misschien de gedachte dat we iemand willen vermoorden, dat we dat echt niet hoeven weg te stoppen. Want dat zijn allemaal logische gedachten, wat allemaal in ons speelt. Ja. Maar juist daar weer gewoon meer mee kunnen zijn en weten dat het ook onderdeel is van wie, we, van wie we zijn. En dat maakt denk dat we in dit leven altijd daarin keuzes kunnen hebben van oké, okay, ook al is het donker, ook al is het licht, dat we kunnen kiezen van oké, okay, welk pad gaan we bewandelen? Gaan ja. we voor de donker in onszelf kiezen? Gaan we voor het licht kiezen? Of misschien nog wel mooier, gaan we er tussenin wandelen? En waar ik persoonlijk van overtuigd ben, is dat het in, in verhouding is. Dus dat er net zoveel donkerte als licht in je zit. Dus als jij ja. mega veel donkerte ervaart, is fucking heftig en pittig. I know. Ja. Dat betekent dat er dus net zoveel licht in jou zit. Ja, geloof ik ook. Zeker weten. Ik uh, kom graag. Uh, als het er eenmaal is, op jullie spirituele pretpark. Ja. Voor yoga, tantra en. Uh, en lekkere ja. ijsjes en, ja. en, en, en biodanza avonden. En wat ik ik wel allemaal? Oh, yes. ja. Ik neem een teentje mee. Heel goed. Hey Brian, dankjewel en dankjewel uh, alle succes.